Het is weer dinsdag. en TV presenteert de Meta Podcast. Metapod. En hier zijn jullie hosts, Jeffy en Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Hallo. Um, Oké, okay. ink. Ah, dat gaat over het nieuws van net. Ja, precies. Het ja. is net aangekondigd. Dus daar gaan we ja. het nog wel over hebben. Maar hey, ik, ja. ja, Ik vond het wel een, uh, wel een leuke om uh, als naam te gebruiken. Ja, zeker. Uh, net aangekondigd, inderdaad. Net als de, um, uh, het nieuwe Cobalt League seizoen. Waar ik uh, nog niet eens tijd voor heb gehad om naar te kijken. Oh, Oké, okay, vandaar dat ik heb uh, dat heb ik dus helemaal gemist. Maar uh, dat ga ik straks vast allemaal horen dan. Ja, gaan we het in de, de dat valt redelijk goed door te spreken inderdaad zo meteen tijdens de het PvP nieuws. Dus, ja, uh, leuk. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Um, toch, wel, toch wel weer een kleine hype, zeg maar daarvoor. Ja, de, de ze beginnen gelijk met een little cup, zag ik ook. Dus uh, ja, oké. Okay. Ze beginnen met little. Ja, met little jungle cup, geloof ik, als ik het goed uh, zag. Niet met great league. Ja, great league en little. Oh, zo. ja, oké, okay, oké. Okay. Oh, hoe? nou uh, ja, op zich wel jammer. Want Little Jungle Cup was ik wel redelijk goed in. Dus dat mm. <laughs> vind ik op zich wel jammer. Maar goed, nou, gaan we het zo over hebben? Yes. Um, waar we het natuurlijk ook over gaan hebben is afgelopen zaterdag gaan we het uitgebreid over hebben. Um, gaan we, ja, ik ben uh, heel erg benieuwd naar jouw avonturen. Ik heb wel best nog wel veel gespeeld. Maar ik mm. kan nog wel spoileren dat ik nul shiny heb. Ik was echt zwart lucht. Het lag ook aan mezelf, geef ik eerlijk toe. Uh, maar ik denk dat ik van de 8 uur toch wel 3 uur gespeeld heb. Dus dan is 0 Shiny nog steeds best weinig. In 3 uur is dat inderdaad wel weinig, ja. Maar, ik, ja. maar heb je ze allemaal daadwerkelijk aangetikt dan? Ja, juist. Ik, ja, heb, okay. ik heb juist aangetikt in plaats van gevangen. Want normaal vang ik ook alles. Ja. Um, ik heb nu vooral mijn best gedaan om uh, aan te tikken. Om nog meer uh, te kunnen zien. Maar... Oh, dat is, in 3 uur is dat wel heel bizar, ja. Maar goed, ja. daar komen we vast zo meteen nog wel meer op terug dan. Ja, uh, huishoudelijke mededelingen. Uh, sponsor. Ja, de sponsor, Trust natuurlijk weer. Uh, en deze keer zonder uh, rare echo's of achtergrondgeluiden en dergelijke, als het goed is. Ja, ik zit uh, in mijn uh, thuisstudio met microfoon, met headset. Uh, gevuld met meubels. Dus uh, aan mijn kant is uh, ze waar. Uh, ook niks anders. Het is ook nog dinsdagavond, Dennis. Ja, joh. We zijn sowieso gewoon weer op onze standaardtijd. Rond half acht zijn we begonnen. Ja. En uh, ja, de microfoons doen het. Uh, bedankt ja. wederom, trust, voor uh, de, de microfoons. Um, muziekrechten, we hebben het nog niet over muziek gehad. Heb je iets uitgezocht? Ja, ik heb wel iets uitgezocht. Uh, ik wilde hem nog naar je toesturen, maar dat ben ik uiteindelijk vergeten. Maar dat komt wel goed. Uh, okay. Het ligt in ieder geval bij de Pokémon Company. Mm -hmm. En ik kan wel ook alvast zeggen dat het een spin-off titel is. Oké. Okay. Dus um, we gaan ben het benieuwd. meemaken. Ja. Ik ben benieuwd. Dan... Vriendvandeshow.nl uh, slash met een podcast. Ja, dat wilde <laughs> ik net zeggen. Onze vrienden van de show. Um, slash met de podcast ik wil gelijk even mijn ongenoegen uiten. Mijn favoriete podcast is opeens gestopt, soort van. Oh. En de Podcast vierkante ogen en die zijn overgestapt naar uh, intro, skip intro, zo heet die nieuwe podcast. Maar er zit dan een andere host bij die hun af en toe ontvangt en ik vind die andere host helemaal niet leuk. Mm -hmm. Kan bij mij liggen hoor. Dus uh, voordat ik hier mensen beledig. Uh, het is ook een beetje mijn OCD die zoiets heeft. Ik wil de vertrouwde geluiden hebben niet die. Uh, Nee, die ik niet ken. Maar ja, nee, precies. Het is een beetje alsof uh, wanneer een van ons bijvoorbeeld vervangen zou worden. Dan, dat zou ook heel gek zijn. Ja, en dan de podcast ook nog anders noemen. Ja, dat ook inderdaad, ja. Ja, ja. ja dat is wel, uh, wel vrij bijzonder, ja. Ja, vind ik jammer. Zij hadden ook, ja. of zij hebben ook vrienden van de show, die gebruiken ze nu voor een nieuwe uh, podcast ook, geloof mm -hmm. ik. Iets van 30 vrienden hebben zij, dus uh, ik niet hoor daar ik niet van. Maar uh, ja. Nee, we uh, wij hebben, wij hebben nog steeds ons vertrouwde aantal vrienden, denk ik. Ja, zes. Ja. Eén donateur. Precies. Nou ja, um, wel nogmaals bedankt daarvoor. En, en, ja, dan... en, en zes vrienden. Daarvan zijn er vier, weliswaar die een jaar lang vriend zijn, maar ook twee die gewoon maandelijks betalen. Dus wat dat betreft, ja. is, is eigenlijk, hè, die betalen iedere maand 2,50. Die betalen ook ja. meer als ze jaarlang lid blijven. Dus uh, hoe heet het, niet meer of minder dankbaar. Maar het is wel meer bijzonder dat die nog steeds vriend zijn. Want die <laughs> ja, kunnen ook stoppen. Precies. Die kunnen gewoon inderdaad meteen opzeggen als ze dat zouden willen. Alhoewel, ja. uh, misschien wachten ze op het filmpje, Dennis. Ja, nou, en over dat filmpje gesproken. Het is ook wel nou ja, leuk om even te melden. Uh, dat filmpje is eindelijk helemaal klaar. Ja. Um, een klein beetje dankzij Jeffrey. Mm -mm. <laughs> nee? Nee, nee. nee dat, ik, het enige wat ik <laughs> heb gedaan is het aan elkaar geplakt en een um, eerste shot erop gezet. Ja, dat was dat kleine beetje. <laughs> ja, precies. <laughs> dank vooral aan Dennis. Maar mijn leven is door de verhuizing is, is echt een chaos. Ik ben blij als het uh, vrijdag is en ik de sleutel aan de nieuwe bewoners heb gegeven. Dan, uh, zelfs als ik nog iets wil doen in het oude huis, kan het niet meer. Dus dat, mm. uh, dan past mijn drukke leven weer gewoon bij elkaar. Dus nee, het filmpje is klaar. Vooral mijn dank aan Dennis. Ik hoop stiekem ook dat het leven dan wel weer een beetje teruggaat. Want ja, het is natuurlijk niet alleen je verhuizing uh, die uh, indruk op je maakt op dit moment. Ik uh, heb wel geïnvesteerd in Pokémon trouwens deze week. Oh, je hebt een nieuwe plus. En deze is gewoon een originele, normale plus. Hij doet wat hij moet doen. Het is geen neppert. Top. Nice. Dus... Maar waar heb je die vandaan dan? Ja, bol.com. Ze is oh, net rummig. Ja, ja. okay. ik, de ik denk ook het nog een keer. Hoe heet ja. het? Uh, mijn oude was in de wasmachine kapot gegaan. En ik merkte dat ik daardoor nog minder speelde. Uh, dat ik in de auto ook geen tijd had. Nee. Uh, dus, uh, want uh, ja, ik ga niet te zitten spelen. Dus ja. <laughs> ja, oké. Okay, top. Ehm um... Even terug naar het filmpje nog, heel even. Ja. ja ik heb hem dus uh, uh, uiteindelijk uh, geedit uh, met, uh, met hier en daar een. Uh, een edit. Meer ga ik er niet over zeggen. Ik heb alleen hier en daar wat dingetjes toegevoegd. <laughs> heb, jij, heb jij er iets van gekeken? Nee, want je zei gisteren dat hij naar mij was verstuurd. Ik had, het nog niet ja, ik had hem vrijdag namelijk al verstuurd. <laughs> Vorige week vrijdag. Ik ben een en, ik moet wel toegeven. Um, ik, ik heb hem. Ik, ik ben er. Nou, ik heb er zo mijn best op gedaan, zeg maar, dat ik er wel daadwerkelijk meerdere uren mee bezig ben geweest. Uh, wil niet zeggen dat het goed is, hè? Even de hype een beetje verlagen voor de luisteraars of de vrienden van de show, sorry. Um, maar. Nou ja, goed. Ik ben er toch wel een klein beetje trots op. Uh, en dat zeg ik. Ik heb meerdere uren aangewerkt. Ja, dat mag. Um, ik, ik had nog een idee. Um, mm -hmm. En uh, ik wil. Uh, als wij tien vrienden van de show hebben, dan stuur ik alle vrienden van de show een random Pokémon kaart op. Sorry, als? als we tien vrienden van de show hebben, ja. krijgen ze allemaal een Pokémon kaart uit de Pokémon Go Reeks die ik dubbel had opgestuurd. Ah, leuk. Ja, en dan natuurlijk ja, mits uh, uh, het adres, hun adres willen ja, <laughs> ja, delen met jou. Maar goed, Zo, ja. als ze er behoefte aan hebben ook. Maar ik vind het een leuk idee. Ja, zeker. Ja. Ja, dus dan hoeven we er nog maar vier bij. Of. Ja? ja nee, uh... vrienden zijn vrienden. Ja, oké. Okay, dus de donateur telt niet. Nee. <laughs> oké. Okay. Okay, ja, nee, prima. Nou, leuk. Ja, sowieso. Um, um... Die gaat straks geüpload worden, het filmpje. Ja. Oké. Okay, nou, dan uh, alvast veel plezier aan de vrienden die hem gaan zien. Ja. <laughs> uh, hebben we nog uh, meer? Geouder? Ja, nog gekke dingen of zo? Iets, iets, iets raars. Wat ons. Uh meest gemaakt. Ik heb vandaag een, uh, een teamdag gehad van, uh, van, van mijn uh, team ICT, uh, waar ik les geef. Ja. Yeah. Uh, dat was op zich wel oké. Okay. Uh, de lunch was super lekker. Het was bij een Van der Valk Hotel, dus we uh, hebben echt goed geluncht. En um, we hebben ook wat presentaties gegeven die nuttig zouden moeten zijn. Maar ja, goed, voor de mensen die vaker teamdagen en dergelijke mee hebben gemaakt, meestal zijn, dat, zijn ze dat niet. Nee. Um, en het, maar het einde was wel erg leuk. Want we, mm -hmm. hebben, uh, we moesten allemaal onze, onze Guilty Pleasure, pleasure liedje uh, opsturen. Uh, dat was voor mij nog best moeilijk. Want mijn hele lijst staat vol met Guilty Pleasures. Uh, ik bedoel, ik, ik luister van alles qua muziek. Uh, ik, ik luister Clouseau. Ik luister ABBA. Ik luister uh, Ace of Base. Ik luister Merel. Uh, dus ik, ik luister echt allerlei verschillende soorten muziek. En heel veel daarvan is Guilty Pleasure. Tenminste, dat schijnt zo... Te zijn dat je. Nee, gewoon wansmaak, wil je zeggen? Nee, niet wansmaak. Nee, oh. maar het schijnt dat je je moet schamen als je abba luistert en zo. Maar ik vind dat echt dikke onzin. Maar goed, prima. Um, maar ik had, uh, ik had een liedje van Ace of Base had ik, uh, had ik gedeeld met mijn collega's. Uh, en dat was, ja, het was gewoon super grappig. Dat en. Uh, ik kreeg ook een complimentje uh, van een collega over. Die zei van, uh, ja, bedankt dat je die uh, hebt, hebt gedeeld. Want dat is er eentje die ik ook op mijn lijst ga zetten. Oh ja, <laughs> dus Dat cool. vind ik wel leuk. Ja, dus ja. Dat, dat, het, het, uh, we sloten leuk af. Het nou, was wel een lange dag, maar goed. Mooi. Ik was even in mijn agenda aan het kijken. Ik kan volgende week ook gewoon op dinsdag. Misschien dat is Een beetje later, max. Omdat we, ik heb een barbecue. Uh, maar die duurt uiterlijk tot acht uur. Dus dan ben ik uiterlijk half negen terug. Dus dat is geen ramp. Nee, ja. precies. Oké. Okay. Um, uiterlijk half negen. Ja, oké. Okay. dat wordt dus wel wat later mogelijk. Misschien. Ja, als de barbecue heel ongezellig is, ben ik om zeven uur thuis. Kijk eens aan. Ja. Yeah. Dat is mooi. Um, en uh, wordt het belangrijker natuurlijk? Want we hebben er niet zo heel veel uh, nieuw seizoen en uh, nieuwe maandnieuwtjes. nieuwtjes. Dus die moeten we volgende week al Oh, afbreken. ja. Poeh, dat wordt wel een heftige nieuwspodcast, dus ook. Ja. ja. Mm. Gelukkig okay, hebben cool. we nu al uh, Inke en uh, Go Battle. Go Battle League. Ja, ja, precies. Ja, nou, dat is top. En. Um, nou ja, dat, dat gaan we volgende week dan wel zien. Wel fijn ook dat we volgende week dus als alles goed gaat, ook weer gewoon op dinsdagavond kunnen podcasten. Ja, ja ik denk vanaf nu toch wel bijna altijd wel. Ja, nou, tof. Ja, ik uh, kom langzaamaan kom ik ook weer terug in mijn ritme uh, omdat mijn werk weer begonnen is, helaas. Ja, ja ik zag het op je Facebook dat ja. er collega's zijn die zeiden oh, is toch wel weer lekker. Ja, echt. Elk jaar, elk jaar zijn er collega's die zeggen. Nou, vakantie was fijn. Maar het is toch ook wel weer heel lekker om aan het werk te zijn. En dan denk ik, oké, okay, echt. Echt, echt waar. Want dat heb ik zeg maar niet. Ik vind mijn werk leuk. Maar ik vind vakantie echt nog wel leuker. En vakantie ja. kan ik oneindig volhouden. Maar goed. Ja, hoe ik het oneindig kan weet ik niet. Maar uh, wel langer in ieder geval oh, dan. Heb je ook de comments gezien daarop? Op mijn bericht? Ja, is dat iets wat je hier wil bespreken? Nee, ik wil gewoon even één... Ja, ik ben, er was één uh, uh, oud-studiegenote van me... <laughs> En die zei. Um, die heeft zeker kinderen. Ja. <laughs> Dat was hilarisch, Ik vond het zo mooi. Zij heeft zelf ook een kind, overigens. Oh, oké. Okay. <laughs> oh, mooi. Prachtig. Um, Spotlight Tower? Spotlight Tower, ja. Vertel je eens maar. Nou, ik heb zo waar gespeeld, want. Een um, uh, minuut of twee. Nou. Maar. Ik, nee, ik had mijn plus. Uh, ik wilde ik... bijna zeggen, al oh, wat uniek, maar ja. Nee, ik had mijn plus uit de verpakking. Nou, ik ben dus, dit, ik wil nog wel een keer mezelf verdedigen. Ik ben aan het verhuizen. En dit is de laatste week dat ik nog dingen kan doen. Ik heb uh, gisteren mijn auto helemaal weer uh, drie keer volgeladen. En net, uh, toen, ik heb heel de hele dag workshops gegeven. Anders had ik overdag nog dingen kunnen doen. Mm. Uh, net heb ik uh, kasten in elkaar gezet, uh, auto leeggehaald. Mijn plus uit de brievenbus gepakt. En toen ik die aanzette, mm. uh, zag ik dat het de putter spotlight al was. Dus toen heb ik er een paar op mijn plus gevangen. Maar waarom heb je hem niet aan laten staan dan? Ja, heb ik gedaan, maar ik heb hier oh. hele slechte spans. Oh, oh, dat is ook jammer. Ja. Maar goed, Was... misschien, misschien komt dat nog. Ja, wie weet. Als, als ja. ik zelf ook meer speel hier, dan uh, komt dat misschien. Ja, ja let's hope zo. So. Um, Oké, okay, ja, dus Piedhof. Uh, ik heb zelf um, ongeveer 40 minuutjes of zo uh, gelopen, vooral weer op jacht geweest naar Rockets en op mijn godcha de Piedhof gevangen. Uh, geen leuke quests gevonden en ook geen shiny PIDOF en ook geen 100% PIDOF. Uh, is ook niet zo erg allemaal. Um, ik, ik ben compleet inmiddels. Hm. Um, ja, wel weer een Rocket radar bij elkaar gespaard. Dus ik heb vandaag ook weer twee Rocket Leaders mogen doen. Oké. Okay. Ja, dat was mijn spotlight, hoor. <laughs> ja, mooi. Ja, dan gaan we naar het nieuws, denk ik, hè? Ja. En uh, we hebben uh, vorige week natuurlijk op woensdag gepodcast. Uh, dus we beginnen nu bij het nieuws van donderdag. En er uh, ja, was een, een datamine. Uh, volgens mij woensdagavond, daar ga ik even mee beginnen. Uh, mm -hmm. in dit, onder andere zaten er heel veel uh, grafische nieuwe assets in. En ik dacht eerst, oh, allemaal Pokémon-icons. Maar dat bleken dan icons te zijn voor onze vriend uh, Furfro. Uh, dus oh. uh, zo bijzonder ja. waren die dan toch weer niet. Maar ik denk dat die aan de Pokédex worden toegevoegd. Mm. Ik heb dat helemaal gemist sowieso. Dus, uh... ah, okay. Wel bijzonder waren de, um, ja, de Galaxy Assets, noemen ze het hier. Uh, dat zijn allemaal uh, afbeeldingjes die vermoedelijk in de lucht weergegeven gaan worden tijdens het komende seizoen, het Season of Light. Uh, daarover natuurlijk zometeen meer. Ja, uh, grappig. Dat is wel dat is nieuw dan toch? Of, of zijn er al ja... vaker dingen in de lucht.? Uh... Bij, bij GoFests hebben we mm. wel wat dingen in de lucht gehad. Zo'n wormhole hebben we natuurlijk gehad. Mm. En volgens mij toen Hoopa er zat, zaten die ringen er. Weet oh ja, natuurlijk, nog? ja, die ringen. Ja, 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 dat is waar. Ja. Dus uh, ze maken het, ja, Ik vind de map nog steeds echt uberzaai, maar ze maken het spel ja. over het algemeen wel iets beter. Mm -hmm. Ja, het, het nadeel natuurlijk is dat als ze de map aanpassen met leuke dingetjes, dat je dan misschien het overzicht er kwijt bent. Ja. Als we bijvoorbeeld bomen neer gaan zetten, dan kan je misschien een bepaalde Pokémon niet gemakkelijk zien en zo. Ja, ik snap het, maar ze kunnen er wel. Ja, ik, ik zou ook niet weten wat ze ermee kunnen, maar ik denk dat nee. ze iets kunnen. Ja, want hoe kunnen ze inderdaad de map leuker maken zonder dat het het spel in de weg zit? Dat is wel dus ja. vrij lastig. Dat is een goede vraag. Ja. Ja. Ja, nou nee, ja, uh, als de, als de uh, luisteraars daar ideeën over hebben, dan is dat ook wel leuk. Ja. Dat zou ja, we wel delen. Je zou op zijn minst, hè, maar dat is even een eigen idee. Je zou pokerstops al een heel stuk leuker kunnen maken door meer. Heb het volgens mij ook wel eens over gehad de functionaliteit toe te voegen, zoals een Pokercenter of. Nou, ja, dat klopt. Dingen. Ja, ja en, en ze kunnen eventueel natuurlijk pokerstops ook. Ja. Nou ja, met niet, die AR-skets een... kunnen ze ze ook gewoon in het spel zetten. Ja, klopt. Inderdaad. Ja, als, als echt het structuur waar het, waar het op zit, inderdaad. Maar. Ja, dat maakt het toch wel weer... Ja, nou ja, zolang ze dat niet met alles doen... is dat misschien wel oké. Okay, maar ja, ergens heb ik goed toch het skent. gevoel... Ja. Ja, ik heb toch het gevoel dat je dan... toch weer midden in spans zit... en dat het dan toch weer lastiger wordt. ja Misschien moet je het aan en uit kunnen zetten. Misschien helpt het al. Ja, dat vind ik sowieso een goed idee, inderdaad. Voor de mensen die meer geven omdat het er leuk uitziet... kunnen we het dan aanzetten. En de mensen die... die nou ja, gewoon niet wil dat dingen in de weg zitten, kunnen het uit, uh, uitzetten. Ja. Ja. Waar mensen ook graag dingen voor uitzetten, zijn denk ik videoreclames. Ja, ik had iets. Nou, ik had het kopje gelezen zeg maar, van wat je had gedeeld. Nou, ik weet als ik zoiets schrijf dat het uh, dat er gezeur komt. Uh, <laughs> uh, het artikel uh, heet uh, Videoreclames mogelijk onderweg naar Pokémon Go. En als je het dan leest, dan staat er inderdaad ook dat uh, de Pokémon hebben. Uh, advertenties gevonden, dat hebben ze natuurlijk eerder gevonden. Maar die zitten voor alsnog alleen in ballonnen. Niet erg. Je klikt hem aan, je ziet heel even reclame. Vaak helemaal niet erg. Ja. Krijg nog een paar items. Als je gelukkig hebt, een premium item en je kunt weer door. Uh, maar nu zit, uh, hebben ze dus ook videoreclame voor die ballonnen gevonden. Um, ja, dat gaat langer duren. Ja, hangt er af inderdaad. Maar is het drie seconden, of vier seconden zoals je nu ook verplicht bent om te kijken, vind ik het niet erg. Mm. Krijg je er uh, echte altijd premium items voor? En bedoel ik, of vaker premium items voor? En dus ook een super incubator of een remote pas zou ik het ook niet erg vinden. Precies. Uh, maar anders zeg ik van, nou dan doet die gesponsorde ballonnen me weg. Ja, nou ja, mee eens inderdaad. Want, want die gesponsorde ballonnen zitten toch in je scherm. Ja, je kunt ze uitzetten. Uh, je ook, kunt ze he? natuurlijk wel uitzetten. Ja, dus wat dat betreft is het misschien allemaal niet zo heel erg. Want je kunt ze toch uitzetten. Maar ja, goed. Ik zou inderdaad wel willen dat de beloning wat groter is. als ze uh, ons verplicht laten kijken naar een video. Ja, ja ik ook. Hm. Uh, dan is het icoontje aangepast voor Pokémon Go. Ik weet niet of jij de nieuwe versie al hebt, maar dan heb je dat ook gezien. Ik hmm, denk het niet. Nee, ik heb nog steeds bloemetjes. Dus, uh... Oh nee, dan heb je een nieuwe versie. Maar niet. <laughs> maar dit, het is het logo wat past bij Season of Light. Dus dat is. Uh, ja, dat doen ze natuurlijk nu iedere keer. Bij een nieuw seizoen passen ze het icoontje aan. Helemaal uh, prima. Wat, wat ook uh, gevonden was, dat vind ik wel leuk, uh, zijn de aanvallen Fusion Bolt en Fusion Flare. Uh, de aanvallen die horen bij Zekrom en Reshiram... en bij uh, Black oh. and White Cure. Uh, dus uh, hoe heet het? Uh, mogelijk dat die er dan. Uh, en dan hoop ik vooral Black and White Cure... komend seizoen aankomen. Ja, Waar nou, ik ben benieuwd. Over gesproken wordt... Uh, want voor... Um, uh, uh, Cosmoc moet ook fuseren... om uh, Lunala te worden, geloof ik. Oh, maar dus, dat is ook als Solgaleo, lijkt mij. Uh, en Solgaleo, ja. Yeah. Dus uh, mogelijk dat, uh, je, uh, dat er uh, een optie komt... maar dit is speculatie, hè. Uh, om uh, Curem en Zekrom te kunnen... Uh, Curum en... Uh, resident kunnen laten fuseren om Black en White Curum te worden. Want dat is wel hoe het ah, eind Oké, okay. maar, maar waarmee moet uh, Cosmog dan normaal gesproken fuseren? Ja, volgens mij een aantal met zichzelf. Oh, Oké. Okay. Nou, <laughs> ik, ik ben, ben er niet ben benieuwd. helemaal aan thuis. Dit las ik nee. op Reddit. Ja, precies. Ja, ik, ik ben benieuwd. Het zou best wel eens kunnen kloppen, ook wat je, wat je daar zegt. Het zal ongetwijfeld kloppen, maar ik bedoel. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan implementeren. Maar ja, dat is wel met meer dingen zo. Hè? Ik bedoel, uh, ze weten nog steeds niet hoe ze Kecleon moeten implementeren. Dus wat dat betreft. Cackleon, is dat een Pokémon? Kun je ja. dat eten? <laughs> ja, als je go goed je best doet, dan kan je het zien. Oh. Hmm. Er zijn wel mensen die hem altijd in verschillende afbeeldingen zien. Dus, uh... Ja, nou inderdaad, ja. <laughs> uh, ik denk dat uh, in maart komt de Season of Disappearance. En dan uh, komt hij, denk ik. Ja, hmm. nou, wie weet. En dan werken we een heel seizoen naar uh, hem toe. En, maar die wilde dan welke legendary ook, hè? laten we daar even zijn. Ja, op dit zijn. moment wel, ja. ja. Ja, want het is nog steeds gewoon, het ziet er raar uit. Je hebt een hele volle pokedex en dan ineens daar, bij de derde generatie, is er nog een plekje vrij. Ja, heel vervelend. Ja. Uh, en in hetzelfde uh, stukje datamine was ook een raid level extended egg gevonden. Nou, geen idee wat dat is, maar dat lijkt weer een nieuw type ei te zijn. Alweer. Uh, alweer, Ja. Uh, er is natuurlijk laatst ook een nieuw ei gevonden. Dat was volgens mij uiteindelijk het nieuwe level 4 ei. Um, misschien dat ze hier weer iets gaan doen met. Uh, remote rates, niet of zo, weet ik veel. Hm. Ja, ja oké. Okay. Uh, ik ben benieuwd. Maar extended egg. Ja. Het klinkt alsof het een, een, langer, een. Dat die er langer zit. Ja, of... dat die de hele dag er zit misschien. Weet je, als, als je speciale Pokémon. Dat ze die rate days doen, maar dat die dan. De hele dag zit. <laughs> ik, ik ga even Oud of the Blood terug naar een uh, klein stukje slappe oren. Mm -hmm. Ik okay. heb wel gedroomd dat ik een uh, X-Rate-uitnodiging had. Oh, wat grappig. Ja, <laughs> nice. Dus, uh... Uh, daar kan het eventueel ook wel iets mee te maken hebben. Mm -hmm. yeah. Nee, daar moet ik ook gelijk aan denken, dus daarom dat ik hier nu over begin. Ja, grappig. <laughs> Dan uh, de uh, Prime Codes. Zij verlengd ook voor september en oktober. Top. Uh, dat is natuurlijk goed nieuws. En daar zat ook gelijk een, een, een ding in. Een superinkje beter. Ja, ja daar was ik gewoon blij mee. Had jij Pet... hem deze maand? Deze uh, ja, nou ja, goed. Uh, Patrick en ik die hebben... Uh, want op uh, Patrick zijn werk uh, is er een, uh, een collega die niks met Pokémon Go doet. Dus we hebben ze ah. tegenwoordig allebei. Dus uh, we zijn er blij mee. Ja, <laughs> zeker. Uh, dan... Uh, ja, dan gaan we eigenlijk richting uh, uh, GoFest afgelopen zaterdag. Uh, met eerst vrijdag nog het nieuwtje dat er uh, uh, 50 verhoging was voor je item en je Pokémon Storage. Ja, uh, ik bedoel, ik was er blij mee. Maar 50 was niet zoveel. Nee, we zitten nu op 6150 en 5150. Ik vind de aantallen ook... Uh, nee, doe mij maar gewoon uh, de afgeronde 500. Ja, maar, rond het af, inderdaad. <laughs> Ja, nee, het was uh, nou ja, een welkome verrassing, maar wel een kleine verrassing helaas. Ja, een hele kleine verrassing inderdaad. Ja, maar goed, uh, ik was er blij mee en uh, uiteindelijk had ik, had ik genoeg, uh, genoeg ruimte in principe. Ik heb tussendoor wel iets weg moeten gooien, maar het viel op zich mee. Mm. Nou, ik heb dus uh, wel, uh, voordat ik ging spelen, nog even opgeruimd. Ik bleek nog een hoop te hebben, ook van zowel GoFest Berlijn als GoFest uit juni. Dus ik kon wel redelijk makkelijk in één keer opruimen. Ik heb alleen gehouden wat ik nog met jou wilde ruilen, maar verder heb ik uh, veel weggegooid. Ja, precies, uh, ja. En toen was het uh, uh, GoFest. Um, ik, ik lees even snel door de artikelen heen. Uh, daar waren, waren er echt verrassingen? Nee, toch? Mm, de, het evenement daarna was een verrassing. Ja, met de uh, uh, dingen Solrock, Solrock en, uh, Lunatone. en Lunatone. Ja. Ja. Maar voor en de rest uh, wisten we alles wel zo'n beetje. En daar wil ik heel even op skippen. Want daar heb ik een vraag over voor bij de vragen straks. Oké, okay. uh, dus, cool. uh, dus daar hebben we het straks even over. Mm -hmm. uh, maar verder inderdaad, geen verrassingen. Ja, het was, was uh, prima event. Ik zag wat feedback terug op Facebook dat mensen liever vier keer een uur hadden. Of twee keer vier keer een uur. Uh, dan vier keer twee uur, wat we nu hadden. Ik... Ik uh, weet niet helemaal wat ik had. Wat ik zelf eigenlijk misschien wel um, het vervelendste vond hieraan... was dat je uh, echt iedere twee uur moest spelen... om je Collection Challenge compleet te krijgen. Mm -hmm. uh, want die, 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 het is gewoon gelukt hè, verder, dus dat was niet het probleem. Oh, maar... dat is fijn. <laughs> ja, dat was... Nee, ik heb, uh, ik heb drie uur gespeeld waarvan ik geloof uh, sowieso ieder, uh, iedere twee uur een half uur... en één van de uren heb ik echt een vol uur gespeeld. Of één van de twee uren, dus... Uh, ...en tussendoor ook nog wel gewoon... Uh, ...op de bank zitten aantikken en zo... ...maar dat niet mm -hmm. echt als spelen. Uh, maar de, dus de dus Collection Challenge heb ik compleet... ...maar ik vond dat wel, dat legde de druk... ...voor mensen die moesten werken er nog iets meer op. Terwijl ja. normaal gesproken... ...als je niet heel de dag de tijd hebt... ...heb je in ieder geval vaak nog aan het einde om... Even die collection challenges binnen te halen, klopt ja. Helemaal dat uh, mee eens. Ik, ik vond deze manier van werken ook niet heel erg prettig. Uh, het is echt zo: ja, je moest het wel meteen voltooien. Uh, ja. Binnen ja, ik bedoel, twee uur is wel lang, maar uh, vergeet je het, denk je er gewoon even niet aan. Dan uh, ja, is het gewoon jammer, zeg maar. Uh, ik heb zelf de alle collection challenges wel voltooid, maar ik heb ze niet allemaal geclaimd. En dat, en dat dan maakt niet echt veel je medaille, toch? Niet voor medaille, nee, gelukkig. Dus dat was wel heel fijn. Maar het is, was toch ook wel zonde, dan was het het volgende ja. uur. En dan was hij gewoon poef, was hij weg. Ja. Ja. Ik bedoel, dan denk ik ook voor jij, ja, jullie hadden hem ook gewoon nog even kunnen laten staan totdat het GoFest echt voorbij was. Wat is, nou, wat is daar nou het probleem van om hem gewoon te laten staan? Nee, ja, dat, dat ben ik met je eens. Ja, geen dus idee. ja, ik heb een uh, ik heb denk ik twee keer uh, niet geclaimd. Dus twee incenses en, en um, spawns uh, gemist, helaas. Hm. Oké, okay, nou je Shinies doen we straks voor even denk ik, bij het moment van de week. Okay. Ja, lijkt me een goed idee. Uh, maar uh, ja, verder was het was een goede toevoeging. De shiny reed lag over het algemeen, ondanks dat ik dan misschien heel veel pech heb gehad, best wel hoog. Ik vond, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, dat de spans voor mij persoonlijk wat tegenvielen. Er zaten een paar heel interessante tussen. Een uh, aantal nieuwe Shinies natuurlijk ook. Um, zoals, uh, ik ben even zijn naam kwijt: Moena. Moena. Uh, ja, nee, die was sowieso helemaal nieuw, maar er waren ja. er ook die van GoFest nog nieuw waren, bedoel ik. Oh, uh, Swerlex. Uh, ja, precies, Swirlix en uh, uh, niet Fungus, maar... Ja, Fungus ook. Ja, maar Fungus was, was bij ons al niet nieuw meer. Nee, omdat wij hem in Berlijn hadden. Ja, hij was voor de spelers <laughs> nog wel nieuw, dus die was nog een soort van nieuw. Ja, oké. Okay. Uh, en nog eentje. <laughs> en nog eentje, inderdaad. Uh, maar maar die, ik vond verder de spans. Er zat niet zo superveel tussen, wat echt, echt interessant was, omdat ik heel veel Shiny al compleet had. Mm, oké. Okay. Dus, ja, uh, ik, ik had dat een beetje, maar um, ja, de, goed, de, de meest interessante die kwamen allemaal op Incense af. De aapjes en uh, uh, Unknown. Nou, precies. Dat ja, precies. Dat waren echt degenen die je graag wilde. En gelukkig was uh, Instance wel gewoon geboost. Dus je kon ook uh, in, uh, terwijl je stil zat uh, je Instance uh, wegtikken. Ja, dus, dat uh, inderdaad. En, uh, uh, en als je liep uh, deed hij het alleen nog maar beter. Ja, klopt. Zo Zoals dus fijn. Nou ja, dat, um, in Raid zaten dan uh, de, de vier uh, Pokémon die we natuurlijk ook al hadden. Het fijne was dat we ook een bushol hebben uh, die onder de 1500 is, volgens mij, toch? Ja, uit uh, de Special Research. Dus ja. Uh, de, ja, tenminste, ik hoop dat hij uh, altijd onder de 1500 is. Dat weet ik niet 100% zeker. Ik, weet nee, niet, ik ook niet wanneer je een uh, hele goede hebt, dan is hij misschien niet onder de 1500. maar ja. Ja. Ik wou, ik wou zou, zou je, je dan een 100% gaan ruilen? Ik weet het heb je, niet. Ik... heb je een 100% en dan is hij boven de 1500, dus dan ga je misschien ruilen. Ik kwam hem tegen in de Master League. Ik vroeg me af, dat wil ik straks nog wel even aan je vragen bij PvP, maar ik vroeg me af of die goed was ook in de Master League. Mm -hmm. ja nee nou ja, goed ik kan het ook gewoon nu meteen zeggen ja hij is uh, goed in alle leaks ah, okay. dus was, wel, was er wel echt eentje die voor PvP echt wel uh, ja, goed is maar hier heeft iemand natuurlijk zichzelf helemaal berserk opgereden, want die had namelijk voldoende candy om hem naar ja. 3300 CP te brengen ik weet niet wat die had gedaan maar nee dat weet ik ook niet inderdaad nee misschien was dat, is dat zijn maximum dan 3300 Weet ik niet, dat heb ik niet nee, gekeken, dat maar dat, dat is natuurlijk al zoveel in vergelijking met wat die normaal is. Dat je echt al veel raids moet hebben gedaan. Ja. Heel veel recandie misschien. Ja, precies. Je kan er heel veel recandy in gooien. Ja, En als je. Je hebt ook best wel wat recandy XL natuurlijk. En dat zeg ik. Ik weet niet hoeveel hoe hoog zijn CP normaal gesproken is. Misschien is het wel zelfs zonder XL candy Ik weet het niet. Dus even kijken. Oké, okay, kijk even. 3800 is het normaal. Oh, dus dan is 3300 helemaal niet zoveel. Ja, dat is inderdaad precies zonder Excel-candy. Ah ja, precies ja. ook. Ja, nou, oké, okay, dan is het niet zo moeilijk. wil je gooit er een candy in en het is klaar. <laughs> Val, dan valt het inderdaad nog mee. Ja. Ja, dus dat. Maar um, ja, even goed wel. Um, uh, ja, Basel is dus best wel een goede Pokémon. Dus ja. ik, ik hoop stiekem dat ik mijn onder de 1500 uh, uh, kan gaan ruilen met iemand die. Um, uh, waarmee ik nog niet zo goed bevriend ben. Het, het is wel heel prijzig, natuurlijk, om dat te doen. Maar ja, goed, het is naar mijn mening wel waard. En nog een, uh, een uh, ding wat ik wel leuk vond, uh, was dat er per uur andere researchstars waren. En die ook nog met kleurtjes waren en zo. Dat is een leuke uh, toevoeging. Is je dat opgevallen? Uh, ja, klopt. Ja, ja inderdaad. Dus ja, -research en, uh, Klopt. Wat ik dan wel weer jammer vond, is dat ze dus niet, niet refreshed net als altijd. Nee, dat hoorde ik. Ik heb niet ja. op, hetzelfde, op, de, uh, uh, op dezelfde plek gespeeld. Dus ik vroeg me dat wel heel erg af. Maar dat las ik inderdaad terug. Mm. Ja, dat is iets wat wel, uh, wel hoort, inderdaad. Ja, ja, dat is echt wel heel jammer. Want uh, in de eerste instantie, uh, toen ik het nog niet helemaal door had, heb ik gewoon best wel wat Vermosa-candy-tasks gepakt. Uh, terwijl ik natuurlijk liever Basel-candy zou hebben. Ja. Dat zou trouwens ja. ook zoiets die, Diegene die hem heeft gepowerd, die kan natuurlijk ook een aantal van die tasks hebben gedaan voor Kennedy. Goeie, ik dacht dat toen je het zei, inderdaad, ook. Ja, aan. <laughs> ja. Het um, was jammer dat ze niet, um, niet refreshten. Maar ja, goed, wel leuke tasks. Nou, dan door naar uh, zondag, werd is aangekondigd uh, Season of Light. Heb je het bij, de bijbehorende afbeeldingen gezien? Uh, ik heb die uh, van die zes uh, sterrenstelsels gezien. Negen sterrenstelsels. Oh, 9. Oké, okay. nou nee, ja, goed. Die, uh, die heb ik gezien. <laughs> nou, er zitten een aantal speculaties in. Waarschijnlijk tegen de tijd dat de podcast online staat, uh, is er zomaar een kans, wat ik verwacht, om tien uur eigenlijk de aankondiging, mm. uh, dat we dit al weten. Dus uh, een kleine disclaimer, als het nu tien uur is geweest op dinsdagavond, dan uh, kun je dit misschien even skippen. Uh, maar ik wil er toch heel even snel doorheen. Litwik is gezien, community day, ja. denk ik. Ja, dat lijkt me wel inderdaad. Ja, het is en een um, derde evolutie. Het is een redelijk populaire Pokémon. Het is een leuke shiny. Hij is nog niet shiny. Nee. Uh, ik weet niet zo goed wat voor move het hem beter zou maken. Hij heeft al incinerate. Ik weet niet. Misschien heeft hij nog geen shadow claw en kan hij shadow claw leren? Dat weet ik niet. Maar een goede van, ghost aanval. Ja. Dat, de, dat de Chandler dat kan. Chandler, ja. Ik wilde het net zeggen. Ja. ja. maar uh, uh, ja, de, de de shiny is ook wel echt heel cool. Overigens van uh, ja, Litwick. Zeker. Uh, dan is uh, Inke natuurlijk gezien, nou daar weten we ondertussen het fijne van. Cosmoc is gezien, nou dat lijkt me ook wel duidelijk, dat, uh, daar was natuurlijk alle speculatie al op dat we daar uh, naartoe gingen. Uh, ja. Dan is uh, Clef, uh, Clefairy gezien, uh, ja. met daarbij de datum 18 september, dat is uh, community day. Oké, hoe zou de datum 18 september nou, ze hebben ook een aantal artikelen losgeplaatst met daarbij de afbeelding en dan de datum die ze uh, gebruikten. Dus er stond ook bij 3 september de afbeelding van 1 al. Ah, uh, oké. Okay. Oké, okay, maar Clefairy. Clefairy ja. Community Day? Ja, kan oh, wel man. hè? We hebben natuurlijk uh, meer Community Day's gehad met uh, Pokémon die een baby hebben en één evolutie. Ja, ja dat is zo. Nou. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik hoop stiekem van niet. Maar de kans is natuurlijk best wel groot nu. <laughs> ik moet er nog één. Dus ik, ik, ik zou het prima vinden. En ik kan die dag wel een beetje spelen. Maar bij ben wat uh, druk. Uh, dus uh, ja, wanneer niet zou je denken. Maar ik kan, ik kan mm. zaterdag bij één keer. Dan loop ik in Disneyland echt ideaal. Dus, uh... ah, ja, ik uh, moet nog maar kijken. Want uh, uh, wij hebben, zaterdag hebben wij de, uh, de, de rommelmarkt voor ons huis. Oh. Uh, wat superleuk is natuurlijk. Uh, en ja. we, hadden, we zouden niks hebben, maar ja, nu is opeens deze Research Day aangekondigd. Uh, ik bedoel, ja, we kunnen wel wat stoppies pakken, maar we kunnen niet van 11 tot 2 naar een uh, gebied waar heel veel stops zijn om uh, research te pakken. Dus... Nee, dat blijft een beetje het nadeel van dit event, hè. Ik vond uh, de uh, corona-oplossing ook eigenlijk wel heel goed, dat je gewoon... 20 ladingen quest kreeg. Precies. Ja, dat die zo goed als overal kon voltooien. Ja, en ze zouden ja. dat misschien moeten doen, die, die wij, Ja, goed, oké. Okay, laat nou maar ik. We gaan het door die krijgen. Nee, maar goed. Het, ja, zo is het nou eenmaal. We, wij hopen natuurlijk dat we genoeg uh, shiny's krijgen. Nou ja, als Patrick het doet, zoals de vorige keer, dan heeft hij binnen no time weer, ik weet wel in shiny ja. uh, En als het zo gaat, zoals bij mij, dan heb ik er één en dan daarna niks meer. Krijg je de rest van Patrick? <laughs> ja, hopelijk. Dan hadden ze ook nog uh, Umbrion gezien. Oh, oké. Okay. Dat is. Ja. Ja, ha. Dat is eigenlijk wel gek. Want alleen Umbrion is een beetje raar. Ja, Als maar die is heel gehoor... ja dark. Dus misschien dat ze daar. Ja, mee... dat is wel light en dark natuurlijk. Ja. Maar nog steeds is het wel een beetje gek. Alsof, ze ze hem niet in zijn eentje de community day move teruggeven. Of een van de twee community day moves. Ja, het kan nee, wel, maar het zou maar die, raar zijn. Er stond volgens mij ook bij van uh, september tot en met november. Dus dat zou dan voor een hele maand zijn. Een hmm. uh, ja. heel het seizoen zijn, bedoel ik. Oké. Okay. Nou, het hele seizoen, dat lijkt me ook zeer te Het hele seizoen de, de Community Day moves voor alle Evolutions beschikbaar uh, ja. houden. En dan de laatste twee zijn uh, Mega Sebulai uh, en uh, Mega Elke hmm. Ja, geinig. Het is. Um... Het is wel oké. Okay. <laughs> Even kijken, hebben we... Ja, we hebben Gengar als ghost mega al. Dark megas hebben we genoeg al. Ja. Maar... Uh, <laughs> okay. Psychic? Psychic hebben uh, we Slowbro. Oh ja. Is, well, eigenlijk is hem wel beter, denk ik, toch? Ja, dat, ja. ja, ik bedoel, ik gebruik megas echt puur en alleen maar voor de candy. Dus dat maakt niet zoveel uit, naar mijn mening. Maar als je hem echt als, als raid attacker zal elke zijn ongetwijfeld beter zijn. Hm. Mega elke ZM dus. Okay. <laughs> nou, dan, um, misschien wel de shocker van de week: uh, geen nieuwe weekly Pokecoin, One Pokercoin bundel. Nou, inderdaad, ja, dus uh, wederom bewijs dat ze luisteren naar de Mette podcast. <laughs> ja, ik denk het. J jij zei <laughs> volgens mij dat ze beter konden stoppen. <laughs> ja, als ze dit soort dingen gingen doen. <laughs> ja, dus um, uh, graag gedaan, luisteraars. Ik heb ervoor gezorgd uh, <laughs> dat, uh, dat er geen één pokercoin uh, bundels meer zijn. Leuk. Ik denk het. <laughs> Ja, geen idee, ook niet aangekondigd, gewoon ineens niet meer, ook gewoon door dit seizoen, dat ik denk van, volgens mij was aangekondigd dat dit het hele seizoen zou blijven. Uh, typisch nee, denk ik dit, hè? Ja, precies, ze leren niet zo heel veel, zeg maar. Nee, dit is, dit, dat is inderdaad echt wel weer heel bizar, dat ze, gewoon onaangekondigd inderdaad, terwijl het eigenlijk nog één week zou moeten, gewoon zoiets van, nee... Ja, dat we gaan we niet meer mee doen. <laughs> Terwijl ze daar, daar nog gewoon de ontbrekende leur in hadden kunnen doen. Ja, dat dacht ik ook. <laughs> Misschien was <laughs> so. hij op. Oh, ja, precies. Ja, en zij hebben natuurlijk ook last van voorraad en dergelijke. En ja, uh, dit was, was dit ook niet de magnetic leur die ontbrak? Nee, de mossie. Oh, te veel CO2, denk ik. Ja, precies. Ja, wel dat fijn dat top. ze daar, daar wel ook rekening mee houden dan. Even ja. goed. Uh, het laatste nieuwtje wat ik nog heb is twee nieuwe uh, fast attacks. En uh, namelijk yeah. Fairy Wind en Double Kick. En daar stond ook de damage en dergelijke bij. Ja, ik moet jou dan aankijken Dennis, want ik heb hier geen verstand van. Ja. Ver ik, wat ik in ieder geval weet is dat we na Charm eindelijk een tweede uh, Fairy fast move krijgen. Ja, dat is mooi inderdaad. Verder kan ik er zelf ook helaas niet zoveel over zeggen. Ik heb, uh, ik heb het nog niet onderzocht op wat voor aanvallen uh, deze moves lijken. Dus... Ik kan alleen maar zeggen, mooi dat er een, een nieuwe Fairy-type um, Quick Move is. Ja. Ah, dus het wordt Clefairy, uh, oh, Clefairy dat Community is Day met fa Fairy Wind als een... Uh, ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja, <laughs> nou, nu nog speculatie, misschien volgende week wel bevestigd. Ja, ja dat is voorspeld. <laughs> En dan zijn we, als ik het goed heb, door het nieuws heen. Ja, eh, nogmaals, kleine eh, disclaimer. We nemen deze op op dinsdagavond. Het is nu kwart over acht precies. Ik kan ze schoon tot op tien uur naar je het alles uh, bekend uh, maakt. Mocht je nou de podcast luisteren en dat nieuws missen, ga dan naar mwtv.nl/slash pokemon. Daar vind je ook dat nieuws allemaal terug. En wij bespreken het volgende week hier in de podcast. Ja, precies. En dan uh, muziekje. Oké. Okay. Nou, wederom uitgekozen door jou, Dennis. De, de eerste, het eerste waar ik aan dacht was Pokémon Dungeon. Ondertussen weet ik dat het daar niet van is. Hm. Um, maar het is wel een spelletje wat ik niet ken. Ah, oké. Okay. Ja, het, het komt inderdaad van Pokémon Dash. Hm. Uh, een spelletje wat veel mensen waarschijnlijk niet zullen kennen. Uh, nee, ik kan je me voorstellen. <laughs> <laughs> het is een DS-spel um, waarbij, uh, uh, waarbij je met de stylus. Uh, Flink heen en weer moest swipen, zeg maar, om je Pokémon te laten rennen. Het is dus een race spelletje. Dat was niet zo goed voor je, voor je scherm, kan ik me voorstellen. Zeker niet, nee, nee. En het was een launch game voor de, de Nintendo DS. Dus uh, oh. ik kwam Tenminste meteen ze nog niet hoe ze schermen kapot konden maken. Ja, <laughs> nou, precies. Nou, misschien had Nintendo juist zoiets van als we dit nou uitbrengen, dan willen mensen misschien heel snel weer een nieuwe DS. Ja, is een goed idee. <laughs> is dit, is dit de, ik weet het niet, zijn die rellen uitgekomen net zoals bij de Wii uh, Strap-on voor de, voor de controller? Niet, dat ik weet nee. niet. Volgens hmm. mij uh, accepteerden mensen het gewoon. Oké. Okay. Maar ja, het is ook misschien een beetje als je een screenprotector erop gooit, dan heb je al veel minder last. Dus je nee, kunt maar er werkt het niet tegen het doen. Nee, ja, maar je kunt ook een strap om je, op je uh, Wiimote doen. Dit, volgens mij werkt het niet zo. Nee, maar het verschil is wel dat een, een uh, screenprotector doe je er één keer op. Hmm. En dan is het voorlopig is het prima. Die strap moet je elke keer weer omdoen. En dat ja, is gewoon. Dat is waar. Vervelend. Nou had mijn, en daar gaan we terug naar muziekje, maar mijn DS had nooit van die vage vlekken en zo erop. Ik heb toch wel eens DS's gezien op een rommelmarkt. Dat ik denk van ja, maar deze ga ik niet kopen. Nee, klopt inderdaad. Ja, ik, uh, mijn DS was wel aardig bekrast. Maar niet nee. zo bekrast dat je zoiets had van wow, oh, dat scherm is echt, nou ja, dat is bijna niet meer doorheen te kijken. Dat, uh, nee. dat had ik dan weer niet. Uh, muziekje. Ik, ja. ik zal vertellen <laughs> wat ik ervan vind. Ik, yes. Uh, de, het, het klinkt in ieder geval gelijk als een battle-muziekje. Mm -hmm. uh, iets competitiefs, dat, dat hoor je erin terug. Ik zou hem niet gelijk op Pokémon linken. Um, de, de eerste, natuurlijk altijd, hè? de eerste link die ik heb is iets van F-Zero of zo. Mm, Oké, okay. nou ja, goed. Weet je, dan zit je wel goed met, uh, met racen. Met racen, inderdaad. Ja. ja. Nou ja, goed, uh, goede analyse. Um, ik, ik zou hem ook niet. Als iemand hem namens zou laten horen, zou ik ook zoiets denken: van wat, geen idee waar dit van is. Uh, het is een vrij, uh, nou, het is een vrij paniekerig muziekje. Ja. Maar uh, de reden waar, waar ik, waar, waarom ik deze heb gekozen, ik, uh, is, ik was op zoek naar muziekje. En toen dacht ik. Hm, ik wil een muziekje die, de, uh, 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 die zeg maar aantoont hoe kort de podcast de laatste tijd is. Dat oh. we er dus zo snel doorheen zijn. Ja. Uh, of dat we blijkbaar heel veel um, haast hebben om de podcast af te ronden of zoiets. Um, en toen, nou ja, ik zocht een naam maar kon niet echt iets vinden. En toen dacht ik: Nou ja, weet je, ik doe gewoon een muziekje van Pokémon Dash. En dan heb ik ook nog eens deze gekozen, die ook nog wat paniekerig is. <laughs> het is overigens niet zo dat we de podcast afraffelen. Het is gewoon uh, weinig nieuws. En we zijn nu al toch 40 minuten bezig. Dus... Ja, klopt. Nee, het is helemaal waar wat je zegt. Ik bedoel, er is, er is gewoon weinig te bespreken op dit moment. Ja. Dus ja, ja ik snap het wel meer. Maar ja. ja, alleen niet. Um... Uh, zoals volgende week, wordt het waarschijnlijk langer. Ja, dat verwacht ik wel, zeker. Ja. Waarschijnlijk. Ja. Dus ja, dat, uh, dat was thing, uh, ja. de reden. En wat, wat vind ik verder van het muziekje? Uh, pff, ja, ik zou hem niet nog een keer opzetten, maar ik, ik vond hem wel gepast en ik vond het wel leuk om het eventjes over Pokémon Dash te hebben. Hm. Nou, leuk. Dan gaan we denk ik naar de allerlaatste keer een heel lang feitje. Ja, precies. Ja. En, en, komt het komt dan wel goed uit dat we dus volgende week... Alle we dachten deze week alle aankondigingen te hebben. Die hebben we dus. Of nou, ja, ik moet het zo meteen eens om half negen doen. Maar anders hebben we volgende week alle aankondigingen. Mm -hmm. En uh, een korter feitje. Dus dat maakt dan dat heft elkaar weer op. Ja, je zeker had, weten. Je, je had al verteld. Oh, het was uh, Ghostly natuurlijk. Ja. Wat voor Pokémon is Ghostly? Ja, heel simpel zou ik zeggen iets van. Uh, of de ghost, mm -hmm. ghost Pokémon, of de Ghast Pokémon of zo. Ja, oké. Okay. But... Hmm. Waar ga je voor? Ik ga voor de tweede. Nice. Nou, dat uh, heb je goed, uh, goed geraden, want het is inderdaad de Gas Pokémon. Oh. Um, ja, hij, hij, hij heet ook Gastly natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, hij uh, hij, hij ook, ziet er uh, ook uit als een Gasvlekje. Ja, zeker weten. Um, er staat uh, in zijn Pokédex entries dat hij uh, bijna onzichtbaar is. Het is een, uh, een Ghost Poison-type Pokémon. Um, het is overigens de enige Ghost-type van heel Kanto. Voor oh. mensen die dat uh, misschien niet, no niet altijd door hebben gehad. Nou ja, en hij komt natuurlijk veel voor in, um, op het uh, kerkhof, zeg maar. Uh, je bedoelt bij, um, in, in de Kanto uh, ja. Pokémon Red en Blue en zo. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Uh, in de Lavender Town uh, uh, Pokémon Tower. Dat is inderdaad ja. het kerkhof voor, uh, voor Pokémon een heel verlaten uh, dorpje waarvan we ieder jaar tijdens Halloween het muziekje krijgen. Dus, ja, uh... klopt. Ja, ja. Het is echt een een spook uh, spookdorpje. Ja. Ja, klopt inderdaad. Maar uh, trouwens, daar gaan we terug naar het feitje. Ja, maar volgens mij vinder. hadden ze veel lugubere ideeën met heel dat uh, dorp. dan dat er uiteindelijk uit is gekomen. Hm. omdat er ook een spel voor kinderen was. Maar, uh... Ja, dat, denk ik, dat idee heb ik ook wel een beetje. Uh, er is ook nog steeds een gerucht. dat de, uh, Gary gebruikt in Red and Blue. een reticate uh, aan het begin van het spel. Maar de, de Battles daarna. Uh, heeft hij helemaal geen redcate meer? Dus waar is die redcate heen gegaan? Je komt hem ook tegen in de Pokémon Tower. Hmm. Dus uh, het gerucht gaat dat die redcate gestorven is en dat hij daarom in, in de Pokémon Tower is. En Gary is your rival voor degenen die het spel niet gespeeld hebben. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, en anders kennen ze misschien Gary wel uit de anime. uit uh, de serie net ja. Maar ja, dat. <laughs> Ghostly. Um, ja, Ghostly dus. Nou, uh, is van 95% gas. Um, en, uh, um, uh, het, het ding is alleen wel dat uh, als het erg waait. dan wordt, uh, wordt al het gas wordt weggeblazen. Dus dan blijft er maar weinig ghastly over, blijkbaar. Alleen de ogen of zo. Ja, ik denk het. Er staat bij uh, dat het lichaam gemaakt is van 95% gas. Dus hmm. ja, misschien dat het dat, dat, dat andere gedeelte niet. Ja, het is, hij is een en al lichaam. Dus ja. <laughs> En ja. hoofd natuurlijk, maar goed. Ja, wat ik zeg, een beetje ogen. Ja. ja. Nou ja, goed. Uh, vraag het me niet, maar als er veel wind staat, dan zie je minder gasly. <laughs> ja, precies. Uh, hij wordt ook geboren um, uit, uit gifgassen. En um, ondanks dat hij uh, nou ja, dus niet zo groot is, kan hij wel hele grote tegenstanders uh, ja, verslaan. Omdat hij uh, dat gas, zeg maar, kan de ja, kan, kan te tegenstander kan bedwelmen met gas. Mm. Mm. Uh, verder is hij uh, is het ontzettend gevaarlijk. Om, uh, om op vlakbij ghastly te zijn, uh, omdat als je iets van zijn gas uh, inhaleert, uh, dan uh, val je direct flauw. En dat okay. is dus als je maar iets inhaleert, kan je nagaan, als je meer doet, dan uh, ja. Oh, ik zie hier wel uh, iets moois, want uh, we weten, uh, ik weet inmiddels ook waar die andere 5% van, van zijn lichaam uh, besta uit bestaat, of tenminste, dat wordt gezegd, het is dus niet bevestigd. Uh, de laatste 5% uh, zou uh, gemaakt worden van uh, de zielen van degene die, uh, die gestorven zijn door het gas van Gasly. Nou. Ja, dus ja. dat is wel een dingetje. Ja, lekker uh, kruwe Pokédex 15 ja, deze week. Ja, wel mooi inderdaad. Ja. Ja. Uh, oh, en uh, um, ja, goed. Wanneer jij het inhaleert eventjes, dan uh, val je dus flauw. Maar um, als Gasly uh, grote vijanden wil uh, ja, verslaan. Dan, um, dan bedwelmt hij ze inderdaad met dat gas. En dan stikken ze zijn tegenstanders. Oh, lekker. Ja, dat is wel uh, lief, inderdaad. Aardige jongen, die uh, Gastly. Ja, die doet het goed, inderdaad. Ja. Uh, even kijken. Uh, oh, en, uh, en Gastly leeft blijkbaar ook samen. En dat doen ze dus uh, voor wanneer de wind ontstaat. Dat ze dan dus niet worden weggeblazen. Omdat ze allemaal ja, bij elkaar uh, blijven. Ik weet ook niet zo goed hoe ze elkaar dan vasthouden, maar goed. Um, ze clusteren dan in een groepje onder de, ja, onder de daken van huizen. Hmm. En even kijken. Oh, en in Leaf Green, uh, de pokercentrie, is iets liever, want daarbij zegt, uh, zeggen ze dat, uh, uh, dat Ghastly um, zijn tegenstander in slaap brengt, zonder dat de oh, ja. tegenstander het merkt. En van welke is dat? Uh, Leaf Green. Oh, Leaf Green, oké. Okay. Ja. Dus en, ook wel een begin. Ja. Oh, en het grappige is in uh, Fire Red: da, mm -hmm. daar wordt verteld dat hij een, uh, een uh, Indiaanse olifant kan, uh, kan, kan omlaten vallen uh, in twee seconden. In twee seconden? Ja, ja door, de, door, uh, dus het gas, door hem te bedwelmen met het gas, dan valt een Indiaanse olifant om. Ach, okay. uh, maar, maar het leuke hieraan is, is dat er dus verteld wordt over een olifant uit India. Ja. In een poker entry Ja, ik. volgens mij hebben we dit eerder. één keer eerder of, gehad. Dat ja. Ik moest daar wel gelijk aan denken. dat ik dacht. Van, oh, het gaat weer over een normaal dier. Precies. Ja, en een, 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 ja, een stad in onze wereld, zeg maar. Of een land, bedoel ik. Uh, ja. <laughs> dus dat is ook wel bijzonder. Mm -hmm. ik, dat, blijf, dat blijf ik zo bijzonder vinden. dat som, de makers soms zoiets hebben van. Oh ja, we noemen gewoon een land. wat bekend is voor mensen. Maar goed. Dat. Uh, dat is eigenlijk wel een beetje Ghastly. Uh, verder niet zo goed in PvP als Ghastly zelf. Ik wilde het net vragen. Ook niet in een little Cup of zo. Nee, nee je wil geen oh. Ghastly gebruiken. Oké, okay, dan Hunter. Uh, ja, Hunter. Wat voor Pokémon is Hunter? Oeh, dat is natuurlijk uh, geen gas meer, voor mijn gevoel. Uh, hmm. Ja, de, de... Ik, ik zit te denken aan iets van de. de schrik pokémon of zo, maar dan in het Engels. Ik weet even niet de goede naam. Oké, okay, nou, het is niet iets in die richting, dus... Oké. Okay. <laughs> nee, geen idee. Oké. Okay. Nou, toch ook nog steeds de gas pokémon Oh, oké. Okay. Ja. Uh, vraag me ook niet waarom, want inderdaad, ik ben het met je eens, hoor. Hij ziet er veel minder uit als gas. Uh, ja. Hij heeft een soort van staartje gekregen ook. Maar ja, goed, blijkbaar is hij nog steeds gemaakt van gas of zo. Uh, is nog steeds Ghost Poison... Is uh, goed in de Great League als Hunter, mm -hmm. zijnde dus. Hij um, heeft um, iets minder defense en HP dan, uh, dan Gengar, maar uh, wel nog meer attack. En uh, het is echt een, een Glass Cannon. Uh, als je hem gebruikt, dan moet je je schilder zeker, uh, zeker bewaren voor Hunter. Uh, maar hij maakt wel heel veel dingen heel snel af. Hm. En even kijken. Uh, sommige uh, mensen zeggen dat hij uit een andere dimensie komt, omdat uh, Hunter nog wel eens door muren heen verschijnt. Nee, nou ja, goed, het is gewoon een spook, dus dat is vrij logisch. Maar goed, uh, blijkbaar vinden mensen hè, dat komt uit een andere dimensie. Ik wil dat zeggen. Ja, ik zat al te denken, maar dat is niet heel bijzonder. Maar... Nee, ik zou je denken. Uh, blijkbaar is de tong van Hunter gemaakt van gas. Ah, oké. Okay. Dus dat is wel bijzonder. Uh, zodra je gelikt wordt door een uh, hunter, dan uh, begin je ontzettend te trillen. Uh, totdat je doodgaat. Ja, leuk. Nou, fijn. Ja. Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde effect een beetje als Ghastly, maar dan in plaats van inademen wordt het likken nu. Ja, als de hunter je likt. Wat wel bijzonder is, want in de anime, uh, zelfs in de intro van de anime, wordt een Charmander, de Charmander van Ash, wordt gelikt door een hunter, maar goed. Oh ja. Dan zie je de, 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 de uh, Charmander zie je dan ook trillen, maar de, volgens mij sterft hij dan niet daarna. Ja, of we uh, hebben dat nooit gezien. Nee, precies, en dan heeft Ash gewoon een nieuwe Charmander gevangen. Ja. Hm, dat verklaart wel een hoop waarom hij daarna niet meer zo goed luisterde als Charmeleon, zeg maar. Want het is een totaal andere Charmander. Ja, precies. Hm. Um, zodra het uh, helemaal donker is dan, uh, uh, en je ziet niks meer, dan kan Hunter je nog wel eens opwachten. Uh, hij blijft dan rustig achter zijn uh, volgende slachtoffer aan, nou ja, zweven in dit geval. Um, ja, totdat hij waarschijnlijk het juiste moment vindt. En even kijken. Uh, ja, nou ja. Uh, Overigens haalt hij een soort van energie uit de tegenstander um, wanneer die likt. Uh, dat staat er in ieder geval. En hier, okay. ook hier staat weer dat hij uh, <laughs> uh, dat het schudden of het trillen niet stopt totdat je dood, dood bent. Nou, fijn. Ja, dat is fantastisch inderdaad. Uh, ja, nog een stukje over dat hij inderdaad vooral in de Duisternis aan het wachten is, in dit geval aan het wachten is totdat er iemand iets levends langskomt. Uh, en uh, vervolgens vermoord. Er staat letterlijk planning to take the life of the next living thing that wanders close by. Dus okay. het is echt een moordenaar, zeg maar, letterlijk. Maar, dat kun je rustig zeggen. Ja, oké, okay. nou top. <laughs> er staat ook bij dat je dat je niet als je hunters ziet, dat je er niet naartoe moet gaan. Uh, ja, inderdaad. Want uh, deze Pokémon uh, zal je proberen te likken en daarmee jouw, uh, je leven stelen. Hmm. Uh, even kijken. En als je nou het gevoel hebt, als je in het donker loopt en je hebt het gevoel dat, uh, dat je bekeken wordt terwijl er niemand is, dan is het een Hunter. <lacht> <lacht> ja, dit zijn ge gezellige Pokédex feitjes. Uh. Ja, ik denk dat ik mijn licht aan laat vannacht, want dan slaap ik niet. <laughs> ik snap het inderdaad, ja. ja. En voor de rest staat er volgens mij niet zo heel veel interessant. Er staat hierbij nog een keertje dat hij heel gevaarlijk is. Um... Oké, okay, er staat hier ook bij dat als je gelikt wordt, dat je elke dag een stukje zwakker wordt totdat je doodgaat. Oké. Okay. <laughs> dus dat is toch niet alleen maar dat je trilt, je wordt ook nog eens zwakker. Ah ja, ja, ja. Fijn. <laughs> uh, wanneer er geen maan is. Dan gaat Hunter op zoek naar iemand om, uh, om te vervloeken. Mm -hmm. Dus zodra, je, zodra er geen maan is, kan je het beter niet buiten lopen. Ja, maar hij kan door muren, dus eigenlijk maakt het ook niet uit. Nee, maar blijkbaar, blijkbaar doet hij dit soort dingen wel echt alleen maar in de volledige duisternis. Dus zolang ja, ja, ja. Er, als er licht is, dan zou het niet zo heel. Dat zei ik, ik laat een lampje aan de nacht. Ja, ja, precies. Ja. En als de maan er is, dan heb je ook dus geen probleem. Geen idee. Ik ben niet thuis in de stand van de maan. Nee. Nee, precies, maar goed. Ik kijk naar buiten, ook. maar ik zie hem niet. Nee. Nou, of dat niet. was hem wel zo'n beetje van... voor uh, Hunter. Nou, dan de mooiste shiny van uh, alle Pokémon. Nou, ik wilde, er inderdaad, uh, ik wilde daar inderdaad ook nog wat over zeggen. Ja, heel goed. Nou, laten we daar maar mee beginnen dan. Ja. Deze shiny. Deze Gengar shiny. Uf, ik bedoel, ja. hij is. Uh, vroeger was, uh, was hij zwart. Toen was hij best oké okay, zeg maar. Hij was, hij was nog net iets lichter paars in de games en hij was echt zwart als shiny. Hmm. Dat was wel mooi. Um, toen werd hij iets donkerder paars en toen was hij als shiny nog steeds zwart. En uiteindelijk werd hij uh, was hij dezelfde kleur paars, maar zijn shiny die werd iets donkerder paars en niet zwart meer. Dus dat is echt zo zonde. Ja. Als het toch een shiny is waarvan je zo goed als niet ziet dat hij shiny is, dan is het wel Gengar. Hey, ja. Ja. Dus dat is, dat is crep. Crep. Ja, ja. Slechte shiny in het spel. Vind ik. Um, ja, ik ben even aan het denken of ik een slechtere ken. Maar ik denk het niet. Nee, kijk. Ik ken wel meer slechte zijn. Zoals Plastrol. Vind ik ook niet zo'n goede shiny. Maar die zijn nog steeds beter dan Gengar, naar mijn mening. Ja, die zie je tenminste nog. Ja. Huh. Goed. Terug naar Gengar. Wat voor ja. Pokémon is Gengar? Nou, ik gok gewoon weer op Gals Pokémon. Helaas, helaas. Het ah. is de Shadow Pokémon. Oh, Oké. Okay. Uh, de Shadow. Oh, come on. Uh, Gengar is uh, goed in PvP. In de Great League is hij goed met zijn Legacy Move, Shadow Punch. Uh, nou, ik heb het net al gezegd: hij heeft iets meer HP en Defense, maar minder Attack dan Haunter. Ehm. Um... Ik zou nog steeds altijd voor Hunter gaan zelf... want Gengar blijft een glass cannon... dus dan kan je maar beter voor de glassiest of glass cannons gaan... naar mijn mening. Ja. Um, in de Ultra League daarentegen... doet Hunter niet meer mee, maar Gengar wel. Uh, is, is een goede Pokémon... omdat hij gewoon zo ontzettend sterk is. Uh, en daar houdt het een beetje op. Uh, ik zou hem niet voor de Master League gebruiken. Oké, um, dan... Uh, nou, Gengar dus... Um, het grappige is, is dat, Hunter, nee, dat je dus niet zoveel last hebt van Hunter wanneer de maan schijnt. Maar Kengar mm -hmm. uh, uh, gaat bij een volle maan uh, gaat die, uh, proberen mensen bang te maken door hun schaduwen, um, ja, de, de, hun schaduwen na te doen en natuurlijk uh, te laten schrikken. Ehm. Um... Uh, ja, precies. Ja. en daar, moet hij, daar wordt hij blij van. Daar moet hij om lachen. Uh, Gengar is een echt. Uh, uh, ja, nou ja, een beetje een, een, een pestkop. Maar wel op zo'n manier dat hij vooral pest. omdat hij het bijzonder grappig vindt. Uh, ja. Ik, ik, ik vind het daarom ook een beetje nare Pokémon. Uh, als Pokémon zijn er natuurlijk niet om te gebruiken. Omdat het een beetje. enerzijds is hij wel grappig. Aan de andere kant is hij dan toch. ja, hij is ook best dodelijk, zeg maar. Dus. <laughs> ja, nou ja, het lijkt tot nu toe iets minder dodelijk te zijn dan. Uh, uh, ja, dan is hij zich volgezogen <laughs> met al die zielen en is, dit dan, is hij nu ja. voldaan of zo? Misschien. Ja. Um, je kunt het voelen wanneer een Gengar in de buurt is. Als het uh, gewoon warm is en opeens voel je een uh, koude rilling. Uh, er staat letterlijk in de poké dan is het zeker dat er een Gengar uh, mm. verschenen is. Okay. Dus uh, voel, voel je een rilling: 100% Gengar. Ja. Niks anders. Uh, er staat hier ook wel later. Hij is nog steeds wel gevaarlijk blijkbaar. Want hij steelt nog steeds het leven van zijn uh, doelwit. Uh, hij verandert dan in de schaduw van het doelwit en hij wacht tot, dat, uh, tot de ju het juiste moment om uh, toe te slaan. Hmm. Uh, Fijn. Even kijken. Voor de rest absorbeert hij uh, de warmte van, uh, van mensen uh, uit, ja. vanuit hun schaduw. Uh, en vervolgens uh, uh, ja, krijgen de mensen het dus koud. En daar komt dus die koude rilling vandaan. En even kijken. Um, oh ja, en blijkbaar leeft hij ook. Nou, ja, hij leeft niet per se in de, in de berggebieden, maar hij komt daar blijkbaar wel voor. Want um, het schijnt dat hij uh, uit de duisternis komt en hij steelt dan de, de levens van mensen die, uh, die um, de weg kwijt zijn in de, in de bergen. Hmm. Dus ook niet heel. Uh... Heel nee, je gaat, ik bedoel, ik slaap maar, al niet lekker. Nou, dit, uh, maar ik ga ook niet alleen in de bergen wandelen. <laughs> nee, precies. Wel minder gruwelijk nog steeds, vind ik, dan, uh, dan bij Haunter. Ja, ben ik vind met je, je eens. Het nog altijd wel. Um, even kijken. Oh, dit vind ik ook wel weer een hele leuke Pokédex entry. Uh, er zijn uh, verhalen de ronde uh, over de gehele wereld. Over uh, hoe Gengar uh, op bezoek komt bij kinderen die stout zijn. Oh, een soort van <laughs> zwarte, of dat mag je niet meer zeggen. Een soort van Piet. Ja, ja oké, okay, maar ja, ik vind nog steeds zwart, zwart Piet of Piet. zeg maar. Ja, nee, nou, ja misschien is het dan steeds... juist wel Zwarte Piet, want die had vooral met de roe en zo. Dus dat is een beetje het imago van vroeger ook. Ja, maar ik vind het nog steeds echt het imago van vroeger. Ik, ik zie, zie Piet, Zwarte Piet zie ik nog steeds als, als een kindervriend. Dus niet nee, zeker, iemand... dat zeg ik, het imago Marseille. van vroeger. Ja, zo ja, vroeger okay. wilde ik eigenlijk ook zeggen, ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, Gengar die komt dus uh, bij ondeugende kinderen langs. En uh, mm -hmm. ja, er staat verder niet bij wat Gengar dan doet. Maar die zal ze waarschijnlijk in ieder geval de stuip op het ja, uh, lijf jagen. Mm. En. Ja, dat, dat is hem wel ongeveer. Ja, dat was, uh, dat was de laatste die wel interessant was. En Dan nog de Mega. Um, oh ja, inderdaad. Ja, en, de de, de oh, mooiste oh, Shiny. En nog de Gigantamax. Oh, ook nog. Okay. Ja. Maar uh, die zijn natuurlijk heel kort gelukkig. Dat doen we deze week doen we gewoon alles. We zijn ondertussen 20 minuten bezig met het feitje. Maar, dat maakt ja, niet dus, uit. maar dit is de laatste keer dat het feitje zo lang duurt. Ook. Ja, daarom. Dus uh, dit daarom is we een, het is een waardig afscheid. Ja, zeker. <laughs> Oké, okay, Mega Gengar, het helemaal met je eens inderdaad. Die shiny is wel fantastisch. Die is uh, spierwit als een echt spook. Um, maar uh, uh, even kijken. Um... Ja, sterker nog, ik heb uh, mijn Mega en Pokémon Go heb ik dus niet. Uh, de dingen gemaakt. Hoe heet dat? De, de gewone, ik heb het 100%, maar gewoon mijn shiny, omdat ik die mooier vind. Ja, snap ik wel. Ja, is, is hij ook. Hij is veel mooier. Dus ja. um, de Mega Gengar, die um, heeft geen interesse in, in tegenstanders. Hmm. Tenzij hij, uh, hij ze als prooi ziet. Dus als, als het een sterk iets is, of iemand is, dan uh, laat hij ze met rust. Oh, ik maar, heb even tussendoor. Oh, ja. Er is dus blijkbaar wel een september content update geplaatst door Neantik. Maar dan alleen maar in infographic. Oh, oké. Okay, dus daar zitten ook nog dingetjes in. Ja, dus we hebben zo meteen nog meer nieuws. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat gaan we zo meteen uh, horen dan. Ja. Uh, voor de rest probeert hij. Nou, dit is ook alweer heel raar. hè, Er staat dus bij dat hij geen interesse heeft in tegenstanders. Tenzij mm -hmm. ze zwak zijn eigenlijk. Uh, mm -hmm. Maar hier staat. Uh, it tries to take the lives of anyone and everyone. Dus hiermee probeert hij iedereen daadwerkelijk te vermoorden. Yeah. Uh, en er staat ook achter dat hij zelf zijn, uh, zijn meester, zijn trainer. Uh, probeert te vervloeken. Hmm. Okay. Dus ook niet echt de, best, de, de fijnste Mega Evolution die je wil maken. Nee. <laughs> uh, deze Mega Ganger kan ook, door, uh, door andere, kan ook andere dimensies um, in. Dus uh, daar hebben we dan toch. Wel een Pokémon in deze familie die daadwerkelijk naar andere dimensies toe kan reizen. Mm -hmm. en, uh, oh, en <laughs> blijkbaar is één keer, er dus staat: uh, it caused a stir one time, dus één keer, is er iets uh, geks gebeurd. Want <laughs> Gengar zat vast, met maar, uh, waarbij één, uh, één poot van Gengar uit, uh, uit een muur stak. De rest zat dus in de andere dimensie, maar één poot was dus nog hier. <laughs> nou oh, fijn. Okay. Ja, dat is wel mooi. Clefairy uh, Community Day is gedebunkt nu trouwens. Oh, oké, oké. Okay, okay. Nou, mag ik deze nog even afmaken voordat je weer andere dingen ja, tussendoor gaat zeggen? Ja? Ja, ik zei nee. ik al, sorry. Ben je er nog? Oh, je staat vast ook echt. Wauw. Wat een timing dan ook, hè, luisteraars. Dus ik weet ook niet of jullie dit nog horen, hoor. Maar... Ja, ze dus horen je er nog wel. Nee. Dan hoor je ook weer. Oké, okay, het zal me wel. Ik heb mijn mond gehouden. Uh, dus... Ik hoop dat jullie dit ho oh, nog horen, want dan kan ik gewoon verder met de Gigantamax-versie. Uh, ik, me, <laughs> ik vraag me af wat, wat Jeffrey nu aan het doen is, of hij nu zijn computer opnieuw aan het opstarten is, of zal ik een berichtje van hem hebben? Ja. Dan eens even hoop kijken. Ik Dennis nog horen. Ik zie een ik foto van een kat. Niet meer. Maar dat is 23 minuten terug. Oh, en Dennis is ook weg. Oh, daar is Dennis. Oh, Dennis hallo. Weer. Ja, je was even weg. Ja, ik vraag me af of, uh, of, of al mijn geluiden. Ik heb doen, stukjes van niet. je gehoord, dus. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, we dus gaan het denk, meemaken. Ik dan. denk de luisteraars wel alles. Ja, maar. Okay. Uh, Doe voor de zekerheid gewoon een was je? Ja? Ja, ja, precies. Ja, ik heb hem ook nog niet voorgelezen. Ah, oké. Okay. Um, oké, okay, de Gigantamax. Uh, de, uh, zijn gigantische mond. Uh, die leidt ni uh, niet. Oh ja. Zijn uh, bek in. Ja, hij heeft inderdaad. Echt ja, het is een gigantische. soort van grote grot. Um, grote grot. Ja, nou blijkbaar kom, kom je dan dus niet in zijn bek. maar uh, direct uh, kom je. het die um, afterlife in. Die afterlife in het Nederlands. Oh, ze hebben een Season of Light-artikel is ook op mij gezet, Sorry. Jeffrey, echt. Sorry, ja, Ik verder. zei net letterlijk, mag ik eerst dit afmaken voordat je me weer gaat onderbreken met iets anders? Maar nee, blijk blijkbaar niet. Afterlife. Als je um... nou gewoon even wacht totdat ik klaar ben, voordat Afterlife. je dingen gaat zeggen. Afterlife. Ja, ga jij daarover uh, nadenken? Hierna maals? Ja, hierna maals, dank u. Dat is inderdaad een goede, een goede vertaling. Uh, verder um, gooit uh, de Gigantamax-versie veel, um, uh, veel vallen. Uh, en daarbij, door die vallen, hoopt hij um, dat hij de levens kan stelen van degene die, daar, uh, die daarin trappen. Uh, en als je voor zijn mond staat, dan hoor je je, die, je geliefde um, naar je roepen. Waarschijnlijk de hmm. geliefden die gestorven zijn, maar de, dat staat er niet specifiek. En dat was Gengar, lieve luisteraars. Okay. Ja, dat was hem. Oké. Dan gaan we nu weer terug naar het nieuws. Ja, we gaan weer terug naar het nieuws. Het gaat helemaal nergens over hier, maar er is echt een enorme lading nieuws toch. Dus het scheelt volgende week. Ja, we kunnen het wel negeren, maar dat is niet hoe we werken hier in de Middenpoten. Nee, zo is het nu eenmaal. Ik begin met de research breakthrough. Oké, nou, ik kan niet wachten. Meditiem. Echt serieus. Met die gaat dus premium ritpas. pas. Huh? Oh, oké. Okay. Nou ja, weet uh, je. Geen uh, remote, hè? Premium. Nee, nee, een groene. Ja, ja oké. Okay. Nou, dat is wel oké. Okay. Maar. net die Jam, echt. Ja, nee. Dat's... En hij kan niet shiny zijn. Dus eigenlijk is het gewoon. Nee. Hij kan niet shiny zijn. Hij kan ook niet de uh, juiste stats hebben. Uh, voor, voor Great League. Nou. Dat staat er niet bij, nee. Nee. Dus dat, dat zal niet. Denk ik, ik ga er niet vanuit, zeg maar. Nee. Maar eh. Uh, ja, oké. Okay. Nou, Medicham, dus uh, op zich goed voor jou, gezien het feit dat jij. Um, uh, ja, voor mijn laatste paar Ik zou ook Candy wel. <laughs> ja. Dan uh, de level 5 raids van 1 tot 13 september. Alle Deoxys vormen uh, en Shinies, dus ook natuurlijk. Cool, cool. Ja, nou, daar ben ik wel blij mee. Ik mis nog een paar Shinies. En uh, ik mis nog wat IkCell Candy voor Defense dioxis voor Ultra League. Oké, okay, dan 13 tot en met 27 september is nog onbekend. Oké. Okay. Uh, 27 september tot en met 8 oktober uh, Iveltol en kan ook Shiny zijn. Oh, cool. Dat is wel leuk. Ja, nou ja, dan komt die, die, die week of maand daarna komt natuurlijk Cernius. Ja, waarschijnlijk. Dan uh, Mega Raids uh, Mega Ampharos van uh, 1 september tot 6 september. Als we samenwerken zijn we sterker. Sorry. <laughs> uh, dan van 6 september tot 6 september en van 6 september tot 27 september een onbekende Mega. Dus dat zullen zomaar die Sableye uh, en... Uh, wat zei ik net? Elkazem uh, zijn. Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. En dan van 17 september tot 8 oktober... Megalopunny. Oké, okay, cool. Dan, um, enige uh, fighting type... tot nu toe. Ja, yeah, dan uh, een safari zone waar we niks aan hebben. Dan is er... Uh, <laughs> het, he het hele seizoen een... Uh, special research. Oh, oké. Okay. Staat niet bij wat de details... daarvan zijn. Hmm. Dan... Alle september-events, uh, het is nogal wat, uh, we hebben 3 september natuurlijk al aangekondigd, Inke Limited Research Day. Mm -hmm. Dan uh, van 6 tot 12 september, Psychic Spectacular is weer terug. Ah, oké, okay, ja, yeah, precies. Dan 10 september, en daarom uh, weet ik dat de uh, community day geen Clefairy gaat zijn, want er komt een event genaamd Clefairy Commotion. En dat oh. is van 6 tot 9 s avonds. Oh, wow. Ja. Van 6 tot 9, oh, misschien omdat de maanden dan is. Oh, dat zou wel eens kunnen. Dat de uh, volle maan is dan of zo, inderdaad. Nou, nou, misschien niet eens per se volle maan, maar wel gewoon de <laughs> ja. okay, maan. Oké, uh, geinig. In ieder geval weten we nu. Um, of in ieder geval, die gaat niet op zoek naar zielen, toch? Dat was het. Uh... Wie Clefairy? Nee, Hunter. Oh, Hunter, nee. Nee, oh, overigens, dat was trouwens wel nog. Oh. Oké, okay, nog één klein dingetje terug naar Gengar. <laughs> Ga zeg maar. je mij nou onderbreken? Ja. ja, maar dat had ook te maken omdat ik er nu pas aan dacht vanwege Clefairy. Uh -huh. um, er is ook een gerucht gaande dat, uh, de, dat Gengar de schaduw is van een Clefable. Oh. Dus dat het een, een, eigenlijk een evil Clefable is. En als je okay. een beetje naar die punten en dergelijke kijkt, dan kan je dat ook wel een beetje zien. Ja, grappig. Ja, dus dat. Dat moest ik er nog eventjes bij uh, vermelden. <laughs> nou, dan is er 11 september uh, Dioxus Rate Day van 2 tot 5. Uh, 11 september is een... Zondag, dan loop ik in de dierentuin. Dan kan ik met de broer van uh, mijn vriendin. Dus ik weet niet of ik dan ermee wegkom om uh, heel veel te gaan redden. <laughs> nee, <laughs> so, maar ja, we kunnen je een... misschien hier en daar uitnodigen, zeg maar. Ja, dan moet ik toch mijn <laughs> telefoon vast hebben. Dus ik, ik, ik ja, kijk wel even of ik dat sociaal geaccepteerd is. <laughs> ja, precies, ja. Maar ja, goed, zijn er ook tijden van? Ja, van twee tot vijf. Uh, oké, okay, 2 tot 5. Hmm. Dan 16 tot en met 21 september is het event genaamd T Test Your Metal. M-E-T-T-L-E. -E -E. mm -hmm. Wat metal is? Jawel? Ja, wel. Ja, metal is, is in principe. Ja, in principe wordt het, voor zover ik weet, in ieder geval. De, het, het wordt meestal gebruikt als, als, als gasgeef. Uh, Ding, zeg maar. Pedal to the Metal bijvoorbeeld. Maar, oh yeah, yeah. ja, ja. Ja, en Test to Metal. Ja, het is een beetje een uitdrukking van: ja, test hoe sterk je bent of hoe goed je bent of zoiets. Oké, okay. misschien is daar wat er is natuurlijk een Battle Pass gevonden. Misschien dat die daarvoor is. Hmm, oké. Okay. Een, een Battle Pass is gevonden. Ja, misschien kom ik dat zo in de Go Battle ja. uh, League nog terug. Oké, okay, okay, ik ben benieuwd. Dan 28 september Community Day, onbekend welke Pokémon nog steeds. En 27 september tot 3 oktober is Fashion Week weer terug. Dat is ja. natuurlijk ook uh, het moment voor Furfrou. Ja, um, precies ja. Ja, en dan ga ik dan, er ook zeker nog wat meer bewaren. <laughs> zeker. Dan hebben al die uh, Raidbosses natuurlijk nog Raid Hours, zoals altijd. Um, op 7 september alle Deoxys. Uh, Dioxus, moet ik zeggen. Dioxus, het is niet meer fout. En 14 en 21 september Onbekende Rapeboss. En 28 september Yveltal. En dan de Spotlight Hours. Uh, volgende week 6 september is uh, Mana. Gelijk interessant met Dubbele Stardust ook. Ah oké, okay. dat is uh, op zich wel leuk. Dan Rald uh, op 13 september met dubbele XP voor Vangen. Uh, 20 september Aaron met dubbele Candy voor Vangen. En op 27 september mencino met dubbele Candy voor Transferen. Oké, okay. ja. Nou, dan is voor mij alleen de Moona het meest uh, interessant eigenlijk. En dat was nog niet al het nieuws, uh, mm -hmm. want dan was er nog het Season of Light. Uh, dan staat hier Season of Light Special Research. Uh, meet the Nebula Pokémon Cosmog. Professor Widow has returned and he discovered a mysterious Pokémon. Uh, throughout the Season of Light you'll be able to adventure and bond with the legendary Pokémon Cosmog. Let's learn about this... Child of the Stars. Dus daar gaat je special research over. Ja, precies. Uh, 1 september, 5 oktober en 23 november komen daar delen van vrij. Uh, Oké, okay. ja. Maar ja, goed. Ja, ik ben benieuwd dus hoe ze dat gaan doen met evolutie en zo. Of je er meerdere van nodig hebt. Of dat je gewoon ja. dat specifiek in uh, Lunala of Solgaleo evolueren. Dus, ja. Dan uh, komt er een speciale lucht inderdaad. De Nebula Sky. Waar we het net al over hadden. Er zijn gethematiseerde avatar-items. Ik zie hier uh, uh, avatar-poppetjes met een crossmok op hun hoofd. Uh, hm. Een shirtje en een vestje. Uh, ja, allemaal kosmok. Dus uh, herfst-gethematiseerde stickers. We hadden natuurlijk nu zomer-gethematiseerde stickers. Uh, nou, dit hadden we net allemaal. Alle spans ga ik niet opnoemen, want dat is echt te veel om nu te doen. Volgens mij ook nooit. Uh, die past bij uh, de dingen. Wel even interessante uh, Adventure Sync-eieren. Volgens mij veranderen ze niet als ik het goed zie. Maar 5 kilometer is Kredidoos, Shieldon, Happy, Hap Munchlegs, Carablast, Shelmet. Uh, oh, en uh, Shelmet nieuw? Nee, nee, nee. Ik dacht dat Riolu daarin zat. Maar die zal wel in 10 zitten dan. Die zit in 10 inderdaad. Ja, uh, en verder Trattini, Bagan, Beldum, Gibble en Gummi. Oké. Okay. Dan de seasonal bonuses, uh, increased damage for Pokémon participating in raids remotely, dus dat verandert niet, uh, gegarandeerde gifts van de Pokéstop spins, increased incense uh, effect effectiveness while moving, dus uh, verhoogde incense uh, als je beweegt, wat natuurlijk yeah. een fruit bonus is, laten we <laughs> <daar inderdaad. laughs> even kijken, je krijgt twee gratis raidpasjes per dag maximaal, eh... Uh, je krijgt extra items uit de research breakthrough, waarin de eerste maand dus dat je goede pasje is. Uh, extra stardust voor uh, research breakthroughs. En extra stardust vanuit gifts. En dat was het. Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou ja, goed. Extra dust is altijd welkom, I guess. Ja. Nou, dat is dus het hele seizoen. Oké. Um, Oké. Okay, okay. Dus wel, we hebben, denk ik, toch het grootste gedeelte van het nieuws nu toch al besproken. Ja, we zijn ja. ondertussen tussen een uur en een kwartier bezig en we zijn nog niet <laughs> klaar. Dus, uh, ja, ja, het oh, is ja. ook heel logisch hè, als we dan opeens dit er ook weer bij krijgen. Ja, dus uh, hoe heet het? Uh, nou ja, dat is dus, uh, eerste gevoel. <coughs> drukke maand. ik denk dat we weer genoeg te doen hebben in de podcast. Uh, ja, dat denk ik ook wel. Ja, nou, goed, ook weer wat, wat evenementen natuurlijk. En uh, ja, qua spons, uh, weet, tenminste, ik, heb, ik weet ze nog natuurlijk niet helemaal, maar... Dat komt vanzelf al goed. Ik bedoel, uh, ja, ook met die evenementen en dergelijke. Voor de ik gok dat bij de Psych Psychic Spectacular er ook wel weer genoeg meditijd zijn voor de mensen die die nog steeds moeten voor uh, de Great League. Of in ieder geval nog genoeg XL. Ja, die staan er natuurlijk ook nog niet bij. Dus uh... nee, maar ik ga ervan uit dat die daar in ieder geval tussen zit. Ja, denk ik zo. Ja, okay. nou, ik ben heel benieuwd. Um, dan het moment van de week, toch? Ja, volgende okay. week. Jeetje, ja, nou goed, bij mij was natuurlijk de hele zaterdag was een beetje mijn moment van de week, omdat ik ja, echt wel leuke dingen heb gevangen. Ja, nou vertel. Um, even kijken. Nou, ik, zal, ik heb. Uh, ik heb, ben begonnen, sorry, met drie Shiny Pikachu. Uh, okay. Nee, twee, sorry, twee Shiny Pikachu. Uh, die uh, ving ik redelijk, nou ja, redelijk snel achter elkaar. In ieder geval, uh, binnen, binnen de eerste twee uur had ik die. En uh, een vrouwtje en een mannetje, dus ik was best wel content daarmee. En toen uh, redelijk kort daarna een hitmond op, en ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar dit moet ik wel eventjes melden. Zo wat, um, toen vind ik daarna nog een Pikachu en nog een Pinser. Vervolgens heb ik zo, nou, volgens mij bijna twee uur lang niks shiny gevangen. Mm. Um, en ah, niet in Hitmonlee ving ik toen nog en daarna heb ik dus bijna twee uur lang geen shinies gevangen, dus ja, toen werd ik alweer half reinig. Uh, we weten allemaal hoe Patrick zijn shiny geluk is, nou, dat was nu niet anders, dus mm. die ving weer de ene naar de andere, uh, waaronder ook echt hele leuke. Um, maar toen opeens ving ik daar een shiny Shell met een shiny Pikachu en een shiny Unknown back-to-back, -back. gewoon nee. achter elkaar. Dus ik, uh, uh, nou goed, degene waarmee ik natuurlijk het meest blij ben is uh, Unknown. Uh, het is Welke? een Unknown, unknown N, okay. dus uh, ja. een van de nieuwe. Helaas niet de X, want die is stiekem wel leuke natuurlijk. Ja. Um, en uh, toen uh, gingen we, uh, we waren in een huis aan het lopen en uh, toen gingen we, daarna gingen we weer terug naar huis, want we waren ook alweer een beetje moe en het was ook wel superheet. Uh, en ik was half zagrijnig, omdat ik toen dus al heel lang niks had gevangen. Maar ja, toen opeens drie achter elkaar, toen was het alweer oké. Oké. En toen thuis uh, zijn we nog een rondje gaan lopen en uh, toen heb ik uh, Shiny Moona compleet kunnen krijgen in uh, de laatste twee uur. Nou dus netjes, uh, ik dat had zo vermoeden op. toen je net niet super enthousiast reageerde op Moona Spotlight Hour. Dus, uh... Ja, dat, dat uh, bedacht ik me ook inderdaad, maar ja, ik had zoiets van, ja goed, zo is het nu eenmaal. <laughs> Oké. Okay. Ja, uh, dus dat. Uh, nou nee, ja goed, die, die zaterdag, uh, het was dus wel weer best een Shiny festijn. Um, erg blij met, uh, met de Shinies die ik heb gevangen. Uh, en ik heb toch nog een ander momentje wat ook wel bijzonder was. Ik heb uh, namelijk een ruil gedaan met, uh, uh, met iemand voor een uh, shiny Sunkern. Voor, voor iets, ik weet niet meer wat het, wat het was. Uh, en dat is mijn tweede Shundo. Een oh, lucky. netjes. Cool, ja. nice. Ja. Dus ik heb nu uh, nog een 100% shiny Pokémon uh, erbij. Oké, okay, cool. Ja, dus dat. Ja. Ga jij nog... Uh... Uh, nou ja, goed, eerst die moment van de week natuurlijk, maar had jij nog meer te melden over jouw Cofest dingen Heb je wel iets gevangen wat bijzonder is? Want well, yeah, jij je hebt geen shiny's, maar... Nee, ik heb alles gewoon netjes voltooid, dus dat is... Uh, je hebt licht uh, licht gedaan, ik zat ook al te kijken, ik kan die niet bij me licht. <laughs> Oké. Okay. Uh, het is ondertussen al donker, dat zijn we niet meer gewend, maar... Uh, <laughs> nee, precies. Nee, Cofest was voor mij, uh, nou ja, een teleurstelling, weet je, ik heb er zelf ook... Uh, niet super, me best voor gedaan. Dus ik, ik uh, heb dat geaccepteerd. Had dat van tevoren geaccepteerd. Het mm -hmm. is prima. Dus uh, yeah. hoe heet het? Uh, yeah. het heeft ja, ik wel. Snap het yeah. dus, uh, ja, ik inderdaad. Ja, dus. Mijn andere moment van de week. Ja, misschien kun je het raden. Je bent. Uh, Rang 20 geworden. Nee. Oh. <laughs> Oké. Okay. Um, je hebt. Uh, nee. Ik nee, geen idee. Ik ben Ace geworden. Oh, Ace. Ja. Oh, wacht. Ja, oké. Okay. Ja, daar ging je natuurlijk altijd voor. Ja, nou, en het was... Ik ben vanmiddag, uh, haalde ik rang 20... en toen had ik al 21,68, dus dan ben je automatisch ace. Hmm. Uh, dus uh, ik heb, uh, nou, ik denk een half uur voordat de podcast begon... nog even één rondje gespeeld... en toen uh, ben ik ook daadwerkelijk uh, ace geworden. Dus. Oh, nice. Dus je hebt weer handschoentjes, of...? Nee, die hebben we al gehad, dus het was geen extra ah, items. Ah, oh, um, dat is wel jammer, ja. Dat ja. motiveerde misschien dit seizoen ook iets minder... maar het feit dat ik zo casual was op covest uh, ...en ik niet de uber casual wil, genoemd wilde worden door jou... Heb ik wel, ...ben ik wel gemotiveerd <laughs> geweest... ...om, uh, om een Go Battle League te halen. En het ging ook echt Top. ook super makkelijk in Master League. Ondanks dat ze er alle drie waren. Mm. En ging het nu toch uh, heel goed. Uh, hoe heet het? Uh, jij dit zeg ik vaker. Ik zal het er zo meteen ook nog wel even over hebben. Maar je merkt gewoon, uh, of ik merk gewoon dat ik mijn team ken en dat ik ook weet wat de zwaktes en sterktes zijn. Ja. Uh, dus uh, hoe heet het? Uh, en je merkt ook wel dat er iets meer casual zijn, want ik begin met de restiram. Als iemand dan met een metal komt, dat is helemaal niet zo uh, slecht tegen mij, want ik heb helemaal geen vuurvaste tech. Maar een dragonfast tag, maar toch wisselen veel mensen nog gelijk door. Ja. En dan vaak ja, die zien naar Tokenkist. Ja, Hé, hey, Tokenkist, prima. Hier heb je mijn, mijn Medacross. Prima, ja. succes. En dan, ja, goed dat. Dus, uh, ja, klopt. Dus ja. Ja, precies. Nou, mooi. Uh, gefeliciteerd met de, met de Ace, wederom. Ja, dankjewel. Ik was er ja. dan inderdaad toch wel blij mee. Mooi misschien ook om te noemen dat Jaco ook Ace is geworden. Ja, die uh, is lekker bezig geweest ook, ja. Ja, ja, want uh, ja, ik weet niet Uiteindelijk weet ik niet of hij nog verder is gegaan. Maar, uh, maar hij was in ieder geval ace. Dus dat is, dat is in ieder geval top. Ja. ja is ook leuk. heel netjes. Um, mooi dan door naar de vragen. Ik heb drie vragen deze week zwaar weer. Uh, Oké. Okay. Dus het uh, begint weer een beetje te komen. Ik ga beginnen met een, uh, een vraag via de WhatsApp. Die moet ik even bijpakken. Die heb ik hier zo. En uh, even kijken hoor. Die staat hier zo. Uh, afgelopen zaterdag vroegen we ons af of er ook een zoekfunctie is voor de ultra, uh, Ultra's, uh, Nihilego, Buswell, etc. Uh, nee, die is er nog niet. Sorry, wat is er nog niet? Of je kunt zoeken op, ultra, uh, ja, op UltraBeast. Oh, op UltraBeast. Nee, klopt. Nee, toevallig had, uh, hadden mensen het daar ook over in onze uh, groepsapp. Maar uh, nee, dat klopt. Nee, dus die Inderdaad. is er nog niet. Het zijn er maar vier, hè? dus het is nog wel te doen, denk ik. Ja, dat um, zou ik denken. Ja, en dan uh, ook de vraag: uh, dat de eerste twee in de GoFest alleen, Zorgroek en, -en Lulaton zaten, of bijna en alleen. Uh, de vraag is trouwens van Iris, voordat ik dat vergeet te zeggen. Uh, wat was daar het doel van? Uh, nou, volgens mij heeft dat dus te maken met een soort van knipoog naar het Season of Light. En wie de teksten heeft gelezen van Willow, ziet ook dat hij <laughs> het daar ook over uh, maan en zon heeft. Ja, precies, ja. Ja, over die Willow gesproken, hè? Die is wel een ja. beetje veranderd. Hij heeft een nieuwe uh, Jackie, heb? Ja, ook, ja, maar een beetje, ik weet niet een Ja, zijn gezicht ziet er ook anders uit. Uh, nee. Zo erg zelfs. Dat uh, ik me midlife crisis. Af... Nou, ik vraag me dus af of dit wel onze Professor Willow is. Oh, is de, de Cosmokisten transform Pokémon ook, of niet? Nou, nee, niet dat ik weet. Mm. <laughs> nee, en ik weet ook niet of er een Ultra Beast is die veel uh, doet met transformatie en zo. Nee. Maar. Nee, ik, ik, ik vraag me echt serieus af of dit onze professor Willow is. Ik heb nee, zelf het gevoel dat het, dat het een imposter is. Hmm, nou, dat gaan we dan zien. Ja. Rie is nou wel weg. En die praat gelukkig dus niet meer zoveel. Nee, nee precies. <laughs> uh, maar dus uh, dat voor Iris te vragen. Dankjewel, Iris. Zeker. Uh, dan heb ik een vraag van uh, Charles via Facebook. Uh, hij zegt... Hey Jeffrey, tijdens het spelen opeens een... En dan een lampje steken momentje... Uh, misschien een leuke vraag uit de podcast. Bij de mogelijk te vangen Pokémon bij een field research: hoeveel en welke Pokémon bewegen tijdens de kans van het vangen? En bij bewegen bedoel ik op het van links naar rechts gaan. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk voor ons om dit uit te zoeken. <laughs> ja, ik had ik deze vraag. Een, uh, een leuke vraag, van. maar Absoluut. het is wel vrij moeilijk. Ja. ja, dat zouden we zelfs moeten testen. Ik weet het niet. Maar je kunt er volgens mij van uitgaan dat alles wat vliegt, maar niet echt vliegt. Uh, dat gaat naar links en naar rechts, toch? Uh, en dan bedoel ik dus een, een, een Kyogre bijvoorbeeld. Oh, dingen die zweven bedoel je. Ja, ja, ja oké, okay, ja. want ik, ik zat te denken aan bijvoorbeeld een Starly die, die vliegt wel, maar die vliegt niet echt. Als in die zit gewoon op de grond. Ja, ah, maar, nee, maar die gaat <laughs> ook niet omhoog en omlaag. Nee, 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 klopt. Die valt gewoon wat, alleen aan. Iets wat echt vliegt, zoals een Rayquaza, die gaat omhoog en omlaag. Of Latias, Latias. Ja, maar foto's. je hebt ook dingen zoals Jan uh, Mega en die gaat alle kanten op. Of van ja, Janma bedoel ik, sorry. Ja, precies. Net zoals Subed. ja. Ja, en Ladyba. Ja. Marian, denk ik ook. Ja, dus... Ik... Ja, het is um, niet echt te doen om dat uit te zoeken per Pokémon. Nee, wel een leuke vraag. Niet echt Zeker? te doen. Zeker? Nee, ja, sorry. Wel bedankt voor je vraag, uh, uh, Charles. Dat sowieso. En, en dan de laatste vraag aan mijn kant, in ieder geval van Melvin. Hij heeft hem nu weer naar mij gestuurd. Oh, oké, okay, uh, ja. Hoi Jeffrey en Dennis. Vandaag zoals gebruikelijk gewoon weer via de mail om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Legend halen is niet gelukt helaas. Oh. De laatste week zat eigenlijk alles tegen wat me tegen kon zitten. En tot overmaat van ram werkte mijn Ultralink team ook niet meer uh, mm. om mij nog te redden. In eerste instantie overheerste de teleurstelling wel als je zo dichtbij bent. Maar nu ben ik wel tevreden. Ik ben er bijna blanco ingestapt en ben tot 2860 gekomen. Mijn initiële doel was expert en dat is het dus helemaal gelukt. Het zijn uiteindelijk maar 140 punten. Dus als je het andersom bekijkt, zit ik er al zo dicht op dat misschien volgend seizoen het wel gaat lukken. We Precies. gaan het zien. Ik wil ook niet overmoedig worden. Dan mijn vraag voor deze week: zijn jullie ooit wel eens gepest voor het spelen van Pokémon of Nintendo in het algemeen? Uh, en dan antwoordt hij daar eerst op. Mm -hmm. Ik had hier als kind in de, uh, in de eerste jaren van de middelbare school namelijk veel last van. Ik heb nooit gestapt waarom mensen elkaar het leven zuur maken, omdat ze het leuk vinden. Het heeft, ervoor, uh, het heeft er wel voor gezorgd dat ik wilde dat niemand wist dat ik Nintendo een Pokémon speelde vroeger. Dan kon ik namelijk ook niet daarmee mee, kon daar namelijk ook niet mijn leven mee zuur gemaakt worden. Uiteindelijk 10, 15 jaar later kwam ik erachter dat er toch nog veel meer mensen waren die ook van Pokémon en Nintendo houden, waar ik het nooit van had verwacht. Uh, dan zie ik oude klassennoten namelijk weer bij Raids. Tegenwoordig kan ik mij er beter overheen zetten en boeit het mij gewoon niet uh, meer wat anderen van mij denken en vinden. Nee. Soms kan ik nog wel, ja inderdaad, soms kan ik nog wel mensen te, uh, kom ik nog wel mensen tegen die naar je schreeuwen als ze je Pokémon kozen die speelt op straat. Nou, wij ook hè Dennis. Nou, niet, uh, niet eens soms zeg maar. Gewoon echt vaak. Het is echt yeah. niet te geloven, maar goed. Ik snap het niet, <laughs> maar het boeit me ook vrij weinig meer. Um, nou. Ja, uh, de, nou... Cool. Het, ja, als ten eerste in... bedankt voor deze persoonlijke vraag en jouw persoonlijke uh, verhaal. Precies, ik wil zeggen ook bedankt vooral voor ja. het, het inkijken in jouw persoonlijke leven. Ja. Uh, ik ben vroeger wel gepest, maar uh, niet zozeer met het gamen volgens mij. Hmm. Uh, en later heeft gamen mij juist heel veel vrienden bezorgd, want uh, ik was een van de weinigen met een Nintendo 64 thuis uh, en ik woon in Duitsland, wel in een Nederlandse gemeenschap. En ik had uh, een grote tv met vier controllers en Mario Kart en uh, Goldeneye. Dus wij gingen bij mij altijd uh, uh, na school, altijd uh, ja, multiplayer op de Nintendo 64. Dus bij mij heeft het juist vrienden bezorgd in plaats van gepest te worden. En zeker hm. omdat de eerste twee jaar in Duitsland werd ik nog wel gepest. Maar toen ik verhuisde uh, en met die kelder, met die Nintendo, werd het uh, juist vooral heel goed. Dus. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja, ik, um, uh, nou ten eerste, Melvin, even reageren op je bijna legend verhaal. Uh, echt jammer dat het niet gelukt is. Uh, fijn wel dat je inziet dat je echt wel super dichtbij bent. En dat het, ja, dus niet echt per se meer een, een, een onbereikbare droom hoeft te zijn dat je een keer legend gaat halen. Uh, je zult dit afgelopen seizoen ook veel meer ervaring hebben opgedaan. Ik hoor overigens de katten van Jeffrey te keer gaan. De luisteraars ja. zullen dat denk ik ook horen. Ik ga even <laughs> kijken wat hij heeft. Ik, heb geen idee. ik ga heel even afpakken. Ga jij even kijken, dan ga ik even uh, Melvins verhaaltje. <laughs> Oké. Okay. Dus um, fijn um, uh, dat je er dichtbij was en, um, uh, en je hebt meer ervaring opgedaan. Waardoor je hopelijk aankomend seizoen uh, meer uh, of uh, sneller ook weer op datzelfde niveau bent. Het laatste stukje is gewoon wel vrij pittig. Je komt veel mensen tegen die dan nog net legend willen worden. Dus iedereen doet zijn best. Behalve mensen die al legend zijn, die doen soms wat minder hun best. Um, dus ja, blijven ervoor gaan. Uh, top. Dan even terugkomend op je vraag. Uh, ben ik ermee gepest dat ik vroeger Pokémon speelde? Ja, zeker weten. Um, niet zozeer dat ik Nintendo games speelde, maar wel dus Pokémon. Uh, ja, oké, okay, er zijn ook wel eens gezegd van uh, Nintendo Super Kiddy, bla bla bla. Maar ja, goed, dat, dat was best wel een beetje bullshit. Maar wel uh, specifiek Pokémon, want ja, dat kon je toch echt niet meer leuk vinden als 16-jarige. Dat was toch even wel uh, not done en zo. Dus um, ja, goed. Maar ja, um, uiteindelijk ook wel een beetje. Um... Ja, een beetje bij mezelf gehouden inderdaad, dat ik, dat ik Pokémon kaarten spaarde en dat ik, dat ik Pokémon speelde. Maar ja, echt, nou ja, een, een jaar later of zo uh, daar volledig overheen gestapt. Um, en uh, ja, sindsdien boeit het me ook niet meer. Ik uh, kan me er wel echt wel aan ergeren dat er zoveel mensen zijn die per se moeten zeggen dat je Pokémon Go aan het spelen bent. Ja, daar ben ik ook. wel met je eens. Ja, ja dat, ik bedoel het... het het doet me niks als in, ik blijf gewoon lekker Pokémon Go spelen en, en dat boeit me niet. Maar ik erg me er wel aan dat uh, zoveel mensen echt de, die, die neiging hebben die... Nou ja, iets, iets wat, het lijkt alsof ze het niet tegen kunnen houden om er maar iets van te moeten zeggen. En dat, ja. Ja, daar erger ik me wel groen en geel aan. Dus ja, um, zodra mensen dat uh, weer tegen me schreeuwen van hey, Pokémon Go... Dan schreeuw ik meestal terug hetgeen wat zij aan het doen zijn op dat moment. Meestal is dat hè, uh, lekker aan het fietsen. Ja, ik, uh, dat is net zo nutteloos. Ja. Dus dat. Maar uh, ja, bedankt voor je berichtje en je vraag, uh, Melvin. Nee, nou, dat waren de vragen aan mijn kant. Uh, bedankt, inderdaad, ook Melvin. Ja. Nogmaals. Heb jij nog vragen of berichtjes? Of opmerkingen? Nee, geen, uh, geen nieuwe vragen. Uh, ik ging even kijken ook of ik iets van Melvin had, maar dat had jij al, dus uh, <laughs> dat is helemaal prima. Um, ik heb verder, uh, verder dus, uh, de, dus niets. Um, en, uh, ja, we zijn inmiddels al lang genoeg bezig dat we de, de vraag van Stefan ook maar eventjes laten voor wat het is. Ik ja. denk dat we volgende week een kortere podcast hebben nu. Ja, dan is het <laughs> altijd nieuws er niet. Alhoewel we dan misschien de details weer hebben van al die events. Dus, uh... Ja, wie weet, inderdaad, we gaan het zien. Oké, okay, cool. Dan gaan we snel door naar algemeen nieuws wat dat niet was. Uh, dus. Nou, nou ja, ik zag vandaag wel dat, uh, dat er nog een nieuwe Pokémon geteased oh, was. Oh, maar... ja, 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 dat had ik gezien. Met kleuren. Maar dat, ja, ja. zal het een nieuwe Legendary zijn? Ik denk het haast wel, toch? Ja, de nieuwe Mythical, zoals Celebi en uh, Mew, denk ik. Want het is een ah. klein, klein soort van aapachtig beestje. Oké. Okay. Uh, Voor in uh, Pokémon Scarlet en Violet natuurlijk, uh, ja. luisteraars. Dus niet in Pokémon Go. Nee. Ehm. Um, Tenminste, voorlopig dus niet de Pokémon Go. Wat ik overigens ook vind, er komt nu de, de Season of Light. Maar Jirachi is ook wel echt iets wat te maken heeft met. Nou ja, de, de, hmm. niet zo. Ja, ik bedoel, met, met vallende sterren. Dus. Maar goed, uh, Shiny Jirachi misschien nog als, als ultieme verrassing dit, uh, dit seizoen. Ja, geen idee. Goeie, goed? Goede vraag. Zou zomaar kunnen. Want ik bedoel, we hebben Shiny uh, Mew en Shiny Celebi zijn er al. dus... Die is wel de volgende. Ja, oké. Okay. Ja. Hmm. Maar goed, uh, dat dus. Ja, dus, dus er is weer één nieuwe Pokémon geteased. Uh, voor de details uh, zoek het ergens op, denk ik. <laughs> Misschien ga jij er nog een artikel aan wijden. <laughs> uh, dat was wel de bedoeling. Maar ja, uh, precies. Uh, uh, Ik ga eerst even daar uh, Go Battle en al het nieuws wat daar nog van is. Ja. Uh, en dan. Uh, ja, ik, ik ga er redelijk snel doorheen. Uh, want okay. Het is echt weer heel veel. <laughs> uh, het nieuwe seizoen is in ieder geval aangekondigd. En het, uh, is er zit weer een kat hier. Uh, nou goed. Uh, en het duurt tot 1 december. Uh, goed, we het grond. Als okay. we zo weer herrie hebben, is het weer een kat. Dan, ik hoor uh, het, ja. Ja, nee, dit was ik. Ongeluk. Oh, oké. Okay. Het gaat per week, de cups, en dan, uh, maar. De, oh, ze hebben naar ons geluisterd. Het is dan bijvoorbeeld wel de Hoofdcup blijft, uh, twee wekelijks. Dus Kreet is twee weken. Maar mm -hmm. in die twee weken heb je wel Little Jungle Cup en Psychic Cup. Oh, oké, okay, cool. En ja. die wisselen dan af. Cool, cool. Nou, dat, dat vind ik inderdaad een goed systeem. En daarna heb je dan Ultra League en Weather Cup en Ultra Premier Classic. De Weather je... Cup? Oké. Okay. Ja. Ik vraag me af wat dat precies is. Even zoeken, want dat heb ik hier ook al staan. Weather Cup, Weather Cup, Weather Cup. Even zoeken. Pokémon must be uh, or below 2500 CP, dus een ultra-lieke En dan only fire, water, ice en rock type Pokémon will be illegible. Oké. Okay. Dan... Vuur, water, stenen en ijs. Ja. Oké, okay, interessant. Ik denk dat uh, ijs weinig uh, dingen gaat doen, gezien ijs zwak is tegen vuur en tegen rock, maar goed. Dan, <laughs> even kijken, dan hebben we twee keer Master League en Master, uh, uh, Premier Classic en Evolution Cup. Uh, Evolution Cup, oké, okay, dat is ook ja, weer nieuw. Ga ik ook weer opzoeken. Evolution. Kijk, Psychic Cup is ook nieuw, maar dat spreekt een beetje voor, voor zich, dus dat behandelen ja. we dan wel. Met als bijzonderheid dat je bij Psychic Cup uh, Mew niet kunt gebruiken. Oh, oké. Okay. Uh, even kijken, bij uh, Evolution Cup, Pokémon must be uh, 1500 CP en only Pokémon that have evolved at least once and can evolve again will be. Eligible. Ah, oké, okay, dus mid-evolutions. Oké, okay, yeah. interessant. Cool. Uh, dan hebben we alles een week lang. Dan weer Great League Dubbel. En dan Halloween Cup. En de week op Halloween Cup Ultra League Edition. Oh, grappig. Hm. Dan hebben we de Ultra League twee keer met de Willpower Cup. En de Ultra Premier. Willpower? We dan <laughs> laat zoeken. Willpower <Whale> <laughs> Cup. Uh, 1500 CP. Only Fighting, Psychic en Dark type Pokémon. En uh, Gardevoir is excluded. Oké, okay. bijzonder. Dan de week daarop. Dat zijn de laatste twee weken al twee keer Master League en dan Element Cup Remix en Catch Cup Season of Light Edition. Dus dat zegt dan uh, ja, alle Pokémon die waarschijnlijk deze Season of Light hebt gevangen. Hm. Dan twee Go Battle Days. Uh, op 1 oktober hebben we Go Battle Day Guzma. met vier keer starters van de Rewards. Uh, maximaal 100 gevechten op een dag. Een timed research met Exper Candy. Een watch en bracelet uh, geïnspireerd op Guzma, wat uh, uh, ook de oh. outdate van dit seizoen is. Ja, Guzma. En een Elite Charge DM's. Oh, maar dan ben ik ook wel benieuwd naar de, naar de poses. <laughs> maar uh, die hoef ik niet gespoild te krijgen, hoor, uh, mensen. Jeffrey, dat vind ik echt prima. Ik ben nou, benieuwd naar. Uh, <laughs> oh. <laughs> nou, maar dat wil je toch weten? Nee! <laughs> nou, dan Go Battle Day. Miltank op 6 november. Um, Vika Stardust. Uh, weer maximaal 100 gevechten op een dag. Miltank uh, is van 11 tot 2 gegarandeerd als reward encounter. En in de basic track uh, heb je de second. Maar heeft Miltank ook een bepaalde move? Uh, Zover was het nog niet? Over het algemeen ze... doen ze dat wel. Maar... Nee, ze zien het niet. Nee. Oh, wauw, het is gewoon Miltank. Dat is ja. wat het is. Ja, Miltank nee. is dan de eerste beloning in de basic track... en alle beloningen in de uh, betaalde Deemium, track. Premium, ja, precies. Ja. Ja, goed. En uh, er is een uh, verhoogde shiny kans op Miltank. Ja, oké, okay. ja. It's Wederom something. een uh, time to research met Xperia Candy... en dan Miltank en an een Elite Charge TM. Dan de okay. gegarandeerde Go Battle uh, up rankings ja... Ik weet het niet uit mijn hoofd. Het is niet heel interessant. Standard nee. encounters. Ook niet heel interessant, denk ik. Zijn de Standard encounters niet interessant? Dat vind ik op zich wel interessant, namelijk. Uh, de eerste uh, vijf is Poliwag, Wingle, Meditite, Hubert, Litwick. Dan Skarmory, Frillis, Minfoo. Dan Onyx, Likitung, uh, Hitmontop, Rals en Phantom. En dan Espion, Umbrian, Miltank en de uh, Legendary van dat moment. Oké. Okay. En dan komt Exu, dan komt Noibet en dan komt Gumi. En de Pikachu Libre, neem ik aan. Uh, ja, maar die zit bij de gegarandeerde. Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, nou op zich, dus wel aardig wat, wat PvP-encounters weer ook. Um, ah. Maar ik weet niet hoe, hoe, in hoeverre dit verschilt met degene die we nu hebben. Volgens mij niet heel erg. Nee. Dan uh, is er. Ik kan wel even kijken. En uh, de, battle, uh, de Battle Pass is weer terug, die hebben we natuurlijk al een keer gehad. Voor de, uh, Even kijken, er is een team-timed research will be available in the in-game shop at no cost. Er zitten wel wat verschillen in overigens, maar bijna niet. Want Shell met een Carablast zitten er nu in en die zitten er dan niet meer in. Nee. Squavet niet volgens mij en uh, nee. Pantheon niet. Velings niet. Nee, en, uh, en Absol niet. Maar oh ja, ja. Absol had ik vandaag ook nog, ja. De rest zit er wel in en er zitten er nog een paar extra bij, dus ja. Ja. het verschilt nou, niet veel. Dan is het dus een Go Battle League Timed Research Pas. Die kun je kopen voor nul coins, dus eigenlijk krijg je die gewoon en moet je oh, Ja, precies. Uh, Timed Research houdt bij uh, hoeveel winst je hebt gedurende het seizoen. Iedere research page uh, heeft 100 winst nodig om te voltooien en uh, je krijgt een klein uh, aantal stardust. En een item zoals een Elite TM ...bij 400 wins, een Elite vast m ...en een Elite Charge TM ...bij 500 wins. Nou... Uh, ...succes met je... Bel -op. <laughs> nou ja... ...ik denk dat ik dat misschien wel kan voltooien. Wat <laughs> zei je? Ik denk dat ik dat misschien wel kan voltooien. Ja, voor jou uh, prima... ...maar ik ga dat niet doen. Dan... Uh, ...zijn er inderdaad uh, items die... ...gebaseerd zijn op uh, de... ...leader van Team Skull, Guzma... Um, nee, je krijgt dan inderdaad op Ace de Watch en Bracelet. Maar die krijg je dus ook wel uit die research. Dat vind ik dan zo jammer. Denk van, mm. Ja, want dan hoef je niet per se meer Ace te worden. Nee, dat heb ik dit seizoen alsnog gedaan. Maar goed, dan op, ja. uh, op Veteran Rank krijg je de pants. Op Expert Rank de glasses. En op Legend Shirt en Pose. Ik zal hem inderdaad niet voordoen. Daarna krijg je uh, <laughs> op rang 19 gegarandeerd een Elite, uh, Charged en vaste AM's. Dan hebben we nog alle cups. Die heb ik net genoemd. staan hier nog alle exclusies bij. Uh, aanval, nieuwe aanvallen: Double Kick en Ferry Wind. Die hadden we natuurlijk ook al gehad. Um, staat er niet bij wie Ferry Wind krijgt, denk ik? Ofwel. Uh, oh jawel. Galarian Rapides krijgt die. Oh, grappig. Galarian Weezing krijgt die. Oh, dat is wel tof. Want Galarian Weezing is al best oké okay in uh, Ultra League. Uh, maar hij had vooral nog. Um een goede move nodig. Jumpluff, MoW, Florgus, Slurpuff. Ja, die krijgen allemaal uh, versie. Cool, cool, dat is wel interessant. Ook voor Mawile trouwens. Mawile die uh, wordt hier en daar ook nog wel gebruikt in de Great League. En dan, even kijken, wat valt er te verder? kennen. Uh, ja, er staat echt toch zoveel bij. Ik kan het wel allemaal opnoemen, maar ik, ik maak er ook een artikel over. Dus ja, en. Nou... Uh, en dat komt, neem ik aan, ook wanneer het er aankomt, kunnen we dat. Uh, be, uh, nee, dit gaat allemaal dan dan vanaf of... morgen, dus alle Oh joh. <laughs> ja, of overmorgen, sorry. Oh, de Zap Cannon die wordt uh, de, weer bij bepaalde Pokémon of zo? Nee, chances to lower the opposing Pokémon's attack is no longer guaranteed. Dus... Oh, Zap Cannon is genervd. Ja. Oh, dat is wel top, want Steel, of uh, stilix, niet uh, Steelix, maar Registeel is gewoon echt wel weer super. Powerful, dus daarom zullen ze hem waarschijnlijk nerven. Oké. Okay. Icicle Spear... Uh, meer, ...kost meer energy. Ah, uh, dus Walrein is ook hard generfd. Uh, rollout <laughs> Energy Generation... ...decreased. Uh, dat is oh, perfect. wow! Minder, minder energy van rollout. Dus rollout wordt generfd. Ja, Want Golem was al zo vaak ge werd al zo vaak... ...gebruikt natuurlijk. Uh, ancient Power gaat van... ...40 naar 60. Qua schade... Uh, ja. Ah, oké. Okay. Nou, nee, dat is. Ja, het is Denk wel oké, okay, yeah, I guess. Maar. Ja, dan is er bijna helemaal geen reden meer om bijvoorbeeld RockTro te gebruiken op of een Aerodactyl. Het 40, 60, power? Net nee, zoals 60 power kosten. Kan oh, dat? Weet ik niet. Ja, ik er... heb het voor je staan. Nee, er staat gewoon 40, pijltje, 60 power. Ja, dan zal het wel de kosten zijn. Maar er staat power achter. Ja. Even kijken hoor. Ehm. Um... Ancient Power doet nu 70 schade. Dus ik denk hey, dat hij inderdaad. De kosten. Ook dat hij nu. Ja, ook generfd. Maar. Uh, ja, oké. Okay, ja, dus uh, dat is voor Giratina vooral dan, denk ik. Ja, yeah, Attack and Defense Increase Amount has been lowered staat erbij. Oh, wauw. Dus hij is nog harder generfd daarna ook. <laughs> uh, Omnius Wind. Attack and Defense Increase Amount has been lowered. Ah, oké. Okay, ja, ook voor Giratina dus. Dus yes. ze zijn echt uh, weer specifieke Pokémon aan het nerven, stiekem. Silverwind kost ook 60 power in plaats van 40 nu. En Attack and ja. Defense Increase ja. Amount has been lowered. Ja, oké, okay. dus voor ze allemaal gebeurt dat. Alleen Silverwind wordt bijna niet gebruikt. Dus dat is een beetje lame. Uh, bij Quick Attack staat Energy Generation Increased. Ah, oké. En bij Tackle easy. staat ook Energy Generation Increased. Sorry, bij uh, Tackle. Ja, dus weer precies wanneer je het zegt, heb ik precies weer een storing. Dus ik sta Tackle. weer precies niet. Tackle, oké. Okay. Ja. Die, daar krijg je meer energie van. Ja. Oké, okay, dus bronzor is gebufft. <laughs> dan, nou, dan maak ik het ook maar af. Ook, de Nidorina kan nu uh, Thunderbolt leren. Nidorino kan uh, uh, Icebeam leren. Nidoking kan. Echt, King ik kan je leren. zo echt verstaan momenteel. De connectie oh. is echt horrible. Ja, aan mijn kant niet. Ik hoor jou nu ook weer nee. goed. Ja, ik hoor jou nu ook weer goed, maar jou, jouw beeld beweegt nog steeds niet. Nou, dat is niet erg natuurlijk, alleen... Ja, en ik heb gewoon volle, volle wifi ook momenteel. Hmm. Maar goed, Nidorina kan Thunderbolt leren. Ja. Dat is op zich wel nice, want een XL Nidorina is best goed in Great League. Nidorino uh, kan Nidorino. Ice Beam leren. Ja. Uh, Nido King kan Double Kick leren. Ah, de nieuwe move. Ja, uh, Arcanine kan uh, Psychic Fangs leren. Ah, geinig. Tentacruel kan Scald leren. Oké. Okay. Deze heb ik al genoemd. Oh, uh, maar Tentacruel kan... was al best goed. Uh, maar die had als, als enige goede watermove uh, Hydro Pump. En dat is echt een hele dure wa watermove. Dus Scald uh, kan ook best wel dingen veranderen. Hunter kan Ice Punch leren. Oh, maak hem... <laughs> oké, okay, maak hem nog maar even beter. <laughs> Marowak kan Rock leren. Uh, ook Alolan, of? Nee, staat alleen oh, oké, okay, de gewone. Oké, okay, dat maakt er niet zoveel uit waarschijnlijk. Hitmonlee kan ook Double Kick leren, dus is die nieuwe aanval. Ja, precies. Uh, Dragonair kan Body Slam leren. Oh, oké. Okay. Dat is wel nice voor Shadow Dragonair in uh, Great League. Dragonite kan Superpower leren. Ook best een leuke move. Ledian kan Dynamic Punch leren. Oké, okay, maar Ledian is heel slecht, dus dat maakt niet uit. <laughs> en Lantern kan Surf leren. Oké, okay. ook netjes, want die had ook al een Hydro Pump als dure watermove. Espion kan Psychic Fangs leren. Oké, okay. ja, dat is wel oké. Okay. Gyriferic kan Psychic Fangs en Double Kick leren. Oké, okay. wie weet. <laughs> Dan Dunsparce kan rollout leren. Ja, alleen de rollout. Rollout is net genervd, terwijl er geen enkele competitieve Pokémon was die rollout gebruikte, is hij genervd. En Dunsparce werd ook al niet gebruikt en nu nog steeds niet. Nee. Uh, Steelix uh, kan Psychic Fangs leren. Oké. Okay. Milten kan rollout leren. Ja, dat hoort eigenlijk bij Miltank ook. Uh, Menectric kan psychic fangs leren. Hm. Uh, Veel vierpotigen kunnen psychic fangs leren. Ja, <laughs> yeah. uh, Camerupt kan incinerate leren. Ah, oké, okay, dat is op zich wel interessant. Is dat een hele goede move? Lowpunny kan double kick leren. Schwewbat mm -hmm. kan psychic fangs leren. Psychic fangs, ja. Uh, Incineror kan double kick leren. Mm -hmm. Golisopod kan Shadowclaw leren. Oh, dat is een interessante. Shadowclaw is een van de beste moves in, in de Pokémon GO. En de, de, move, uh, nee, sorry, de typing van Golisopod is goed, bug en water. Net als Araquanid. Ja. Dus Golisopod zou zomaar wel eens uh, uh, een, een hele goede Pokémon kunnen zijn met Shadowclaw. Nieuwe Lego kan Poison Jab leren. Ook heel interessant. Duppel kan Double Kick leren en het last but maybe not least Rune Regus Rune Ja Rune Regus maar Dabu zit zit toch helemaal niet in het spel. Jawel, Wulu hebben we al. Oh wauw, we hebben Wulu gewoon al. Ja, vorig R jaar R was weet was echt het volledig. Nog? Ja, ik echt volledig vergeten. Wauw. <laughs> wow, Oké. Okay. Welke move kreeg Dabu? Een double kick. Oké, okay, double kick. Ja, yeah. en Rune Regus. Die krijgt uh, Shadow Claw. Ah, dat is ook wel weer interessant dus. Ja. Ja. Nou. Cool. Dat, nou, ja. interessant. Ja, zeker. Uh, zucht. Ja, de hele meta wordt weer uh, op weg gegooid. Nee, iets anders. Oh, Patrick nou heeft goed. net een uh, Pokémon in de gym gedaan. En Patrick die doet eigenlijk zo goed als geen rockets meer. Want daar heeft hij helemaal geen zin in. Shiny uh, Shadow? Ja hoor, hij heeft dan Shiny Shadow Balbus Hij heeft weer een keertje in een rocket gedaan, waarschijnlijk. Dus uh... yeah. okay. <laughs> Dat is Echt niet te geloven van die gast. <laughs> uh, maar goed. Uh. Ja, maar wel weer interessant. Uh, ze hebben best veel uh, Pokémon genurfd. Giratina en, en Reddy Steel bijvoorbeeld. Die zijn, yeah. zijn best hard generfd. Uh, ja, het maakt het zeker weer interessant. Leuk, ik heb er wel weer zin in. Nou, ik ben ook heel benieuwd. Uh, onze avonturen gaan we misschien wel volgende week al met je delen. Ik weet ook niet of we volgende week op begin. is geen mafseliek. Ik, ik, <laughs> ik sowieso alweer. Ik ga wel beginnen met verliezen. Jou je jij kan eerst <laughs> nog een tijdje verliezen, ja. Uh, ik doe dat dus niet om de reden waarom ik nu ook weer ace ben geworden. Omdat als ik mijn best doe, dan ben ik gewoon ace zonder daarna moeite ervoor te doen. Mm -hmm. dus, uh... Ja, en ik doe liever op het begin geen moeite aan. <laughs> dat ja, zijn hele zo. hele relaxte uh, eerste dagen altijd. Ik heb gewoon een relax seizoen en dan ben ik al 21. Ja, ja. Iedere ding. Okay. We gaan <laughs> maar afsluiten denk ik, want. Uh... Ja, joh, dit is uh, na, na. We hebben de afgelopen twee podcasts wel weer helemaal goed gemaakt zo. Dat denk ik wel, ja. Bijna twee uur gaan we. We, gaan, we tikken nu een uur en drie kwartier aan. Dus altijd even afwachten of het muziekje. Kost nog iets aan tijd. Uh, wat ja. er nog afgaat. Maar de intro en de outro er weer bij. Ik denk dat we wel aan de uur en drie kwartier komen zo meteen. Dat dan denk ik, ik ook wel, ja. Eerst snel al het nieuws typen. Dan de podcast editen. Uh, maar die komt vanavond nog wel online. Dus, uh, ja, top. We zitten. Ja, dan uh, is de podcast er weer op de gebruikelijke tijd en uh, deze keer weer extra lang. Dus ik hoop dat alle luisteraars daar weer van genoten hebben. Ja, ik hoop het ook. Laat het vooral even weten via vriendenvantheshow.nl slash metapodcast. Ja, absoluut. Via een mailtje. En we hopen uh, misschien wel dat volgende week onze vaste vragers uh, weer terug van vakantie zijn. Uh, mm -hmm. En of we vragen hebben, misschien wel vakantieavontuurtjes hebben. Ja, want het hoeven natuurlijk ook niet per se vragen te zijn. Dingen die uh, meegemaakt worden zijn ook altijd heel erg leuk. Zeker. Dus, uh, en dan uh, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren en uh, tot uh, volgende week. Ja, precies. Ja, ook uh, namens mij ontzettend bedankt. Uh, en nogmaals aan de vrienden van de show uh, heel veel plezier met het filmpje. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat ook daar vooral even weten wat jullie ervan vonden. Ja, um, ja tot volgende week. Bye bye. Doei.